En welkom bij deze Talk of the Town. Ruimte, ruimte, ruimte. We gaan het hebben over thuis op hoogte. Mijn naam is Suzanne Hering. Ik leid u allemaal door deze avond heen. Welkom mensen die kijken naar AT5. Welkom mensen in de zaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan het niet hebben over of we hoog gaan bouwen, maar hoe. Dus we gaan ook niet tegen elkaar opbieden wie de langste heeft. Maar we gaan zeggen, hoe gaan we ons daar thuis voelen op hoogte? Wat kunnen we leren uit het verleden en hoe ziet de toekomst eruit? Nou, er is ontzettend veel op gestudeerd. En zoals misschien u thuis ook, heeft u heel goed onderaan de programmapagina gegoogeld of gekeken wat daar stond. Er stond een prachtig rapport Wonen op Hoogte, gemaakt vorig jaar. En daar staat ongelooflijk veel interessante dingen in. Heel veel aanbevelingen, ongelooflijk grondig onderzoek van hoe moeten ontwerpers, hoe moeten gebiedsontwikkelaars, hoe moeten de overheid, hoe moeten ze dat nou zo maken dat je je thuis voelt op hoogte. Dat is eigenlijk belangrijk. Dus hoe maak je het duurzaam, hoe maak je het inclusief? En onderaan de programmapagina ziet u ook een hele leuke aflevering van Bouw, Woon, Leef. Het programma waar ik voor werk bij AT5. En daar ziet u ook een van de gasten, Daan Roggeveen, architect. Samen met lector bouwtransformatie Frank Zurenbroek. En die heeft het met neuroarchitectuur kunnen ze helemaal meten hoe hoogbouw wordt beleefd. En daarmee kun je ook zorgen dat het zo ontworpen wordt dat mensen zich daar prettig voelen. En voor de AT5-kijkers heeft u gisteren kunnen kijken naar een aflevering ook over hoogbouw met Ton Schaap, ook een van de gasten. Een stedenbouwkundige van heel veel stukken stad in Amsterdam. En supervisor van de Zuidas. En hij heeft in Noord de Strip, de hoogbouw aan het water gemaakt. Die is ook de gast. Nou, naast de AT5-kijkers hebben we hier mensen in de zaal. Welkom, laat je even horen. Hallo, joe! Nou, zij we houden zich het eerste uur nog een beetje koest. Ik bedoel, jullie mogen wel wat zeggen, hoor. Ik bedoel, mensen aan de buis weten ook dat jullie er zijn. En er zijn ook camera's op jullie gericht, dus we zullen jullie zien. Maar voor de kijkers thuis zijn we het eerste uur dus in de lucht. En daarna gaan wij hier in een zaal nog een half uurtje door. En de praktijk leert dat het dan echt helemaal losgaat. Dus ik zeg de kijkers thuis, kom gewoon voortaan naar Pakhuis de Zwijger. En dan leer je dat laatste half uur is het grootste feest aller tijden. Want er worden echte dingen gezegd. Maar nee, hoor. Er komen allerlei gasten langs. Ik heb er al een paar genoemd. Stedenbouwkundigen, architecten, woningcorporaties, onderzoekers komen allemaal langs. Maar de echte experts zitten hier aan tafel. Want wie zijn nou de echte experts? Mensen thuis, zeg maar, de bewoners. En hier zitten Guy Plessen. Welkom, Guy. Dank. En Julian Bos. Jullie zijn allebei hoogbouwbewoners. Guy, ik begin bij Eminence Grise. Blanche. Blanche. Waar woon jij? Ik woon in de Beamine. Dat is een hoogbouw in Overhoeks. Achter de Adamtoren voor de mensen uit Amsterdam. De Adamtoren is de tweede icoon van Amsterdam naast de Westertoren. Precies. Zo is het. En op welke verdieping? 20. 20. Shit. Oké. Okay. En nog eventjes, kwam jij al uit hoogbouw of ben jij eigenlijk geswitcht van laag naar hoog? Ben je een upgrader? Ik ben een upgrader. Je bent een upgrader. Oké, daar gaan we straks meer over hebben. Julian, waar woon jij? In Zuidoost, Holendrecht. Ik had eigenlijk verwacht dat ik vanavond niet overtroffen zou worden. Want ik woon op 19 hoog. Maar goed, dat is eentje lager toch dan die, helaas. Kijk, dat gaan we toch weer hebben, hè? Dat doet het met hoogbouw. Ja, we hebben het wie wel. Wie heeft precies. Sorry. Maar wie woont het hoogst, laten we het zo zeggen. Oké, ja, hij woont een stapje hoger. Ja, ja. En was jij altijd al een hoogbouwbewoner? Nee, hoor, helemaal niet. Ik kom ook niet uit Amsterdam. Ik kom uit Amersfoort zelf. Ja, daar heb je natuurlijk iets minder hoogbouw en ook iets minder hoge hoogbouw. Ja, precies. Ik kom gewoon van de begane grond, hè? Van de brakke grond. En even met jou verder. Want Amersfoort, opgegroeid in een gezinswoning. Ja. En hoe bevalt het nu? Op hoogte wonen? Mm-hmm. Mijn huis is een heel fijn huis. Het is een leuk flat, dus dat bevalt goed. Ik vind hoogte ook heel leuk, leuk uitzicht. Vogeltjes kijken hou ik ook van. Dus in dat opzicht bevalt het goed. Vogeltjes kijken. Ja. In dat opzicht wel, maar in welk opzicht niet? Nou, er zijn wel wat dingen op aan te merken. Er zijn een paar ongemakken, gewoon praktische dingetjes. Denk aan de lift, soms een lange rij daar. Hij werkt niet altijd. Ik fiets zelf ook. En soms moet ik dan mijn fiets om schoon te maken of zo. Moet ik hem omhoog meenemen, de lift in. Kan heel vervelend zijn. Mm-hmm. Maar je zou het ook over de sociale aspecten ervan kunnen hebben. Je noemde zelf in de intro even die eenzaamheid. Nou, zoiets zou een rol kunnen spelen. Ja. Heb ik eenzaamheid genoemd? Volgens mij werd het genoemd. Oh, maar waarschijnlijk zit het ook bij jou heel hoog. Dus. Heel hoog, ja. Maar merk je dat in jouw flat? Nou, niet per se. En ook, kijk, in mijn specifieke geval, het is ook heel nieuw. Mm-hmm. Het is heel mooi en er is beneden heel veel een common area. Heel veel gemeenschappelijke ruimte
Met een pooltafel, een studieruimte erin en zelfs een bioscoopruimte. Slaat nergens op. Het is veel te luxe en nou, daar win je weer heel veel terug. Dus in mijn specifieke geval denk ik dat het ook gezellig genoeg is. En er is genoeg optie om wel je buren te leren kennen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als dat er niet is, of als dat om de een of andere reden niet voor jou is, dat het toch eenzaam kan zijn. Dat is een heel belangrijk aspect. Dat gaan we ook zeker meenemen. Dus gemeenschappelijke voorzieningen. Guy, doe jij gezellige dingen met je buren? Ten eerste om door te gaan op zijn verhaal. Hebben helemaal geen gezellige ontvangstruimte. Het is vrij klassiek. Je komt een glazen deur binnen. Links heb je een plantenbak. Rechts heb je de brievenbussen. Tegenover je heb je dan de liften. Mm-hmm. Maar dat verschilt niet veel van andere bouwvormen. 6 hoog of 4 hoog die in Amsterdam vandaag de dag gebouwd worden. Met overhoeks heb je allemaal hetzelfde entree. Maar hoe vind je dat? Had je dat liever anders gezien? Of? Nee, want ik wou even verder gaan. Het geheel wordt eigenlijk gecompenseerd door het feit dat wij bijvoorbeeld een ontzettende swingende Facebookgroep hebben. En dan kun je zeggen van ja, dat is niet hetzelfde. Zeggen ja, maar die architect die heeft niet aan Facebook gedacht. Aha. En had hij misschien wel moeten doen of niet doen, want het maakt niks uit, want die Facebookgroep is er. En wat er verschijnt op onze Facebookgroep is eigenlijk ongelooflijk. Het is de klassiekers zijn de opladers die iemand vergeten heeft in de trein. Hè. Dat is echt. Het is niet meer het kopje suiker wat je neemt, maar de oplader die je vergeet. Maar op een gegeven moment zie ik heeft iemand een avondjurk voor mij te leen. En die had jij nog in de kast hangen? Iemand anders. Als je het niet erg vindt. Maar wat heeft dat met het gebouw te maken? Het feit. Ik heb het idee, het is niet statistisch bewezen, dat mensen compenseren door iets anders te doen. Misschien dat het sociale contact wat minder is of anders is. Guy, sorry, maar wat jij zegt is dus als je het gewoon een beetje saai maakt, dan gaan mensen het compenseren door digitaal heel swingend te maken. Nou, niet expres saai maken, dat wil ik zeggen. Maar het is een gevolg dat het gewoon niet zo uitnodigend was om sociaal te zijn. Dus dat mensen uit zichzelf dus gewoon wel iets zoeken. Ja. En we hebben dan weliswaar geen sociale. Even nog teruggaan op die Facebookgroep. Ja. Op een gegeven moment was er een oproep. Binnen 10 minuten komt de huisarts. Maar ik ben bang dat ik van tevoren flauw val. Kan er iemand langskomen? En de halve toren stond voor zijn deur. Ja, dat is toch. Dan denk ik van ja, we hebben nog wel eens geen voorzieningen, maar we hebben een hele kleine Albert Heijn beneden in de toren. En ja, dan ontmoet je de buren. Ja, dus eigenlijk, je hoeft daar niet je heel erg in uit te ontwerpen als architect. Dat komt wel goed, dat wordt gecompenseerd eigenlijk doordat je het gezellig maakt met elkaar in de digitale groep. Maar even jouw persoonlijk. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is, wat zit er in de plint? Ja. Dus de begane grond. Als het daar dood is, dan wordt het wel heel erg. Hoe is het bij jou, Julian, in de plinten? Ik wou zeggen, ik hoor hier ook dan meteen een soort hoera voor de online samenleving überhaupt in dan. Want dat je dan ook direct de online samenleving omarmt, neem ik aan. Als je zegt, die Facebookgroep komt daarvoor terug en dat vinden we leuk. Ja, maar hij zegt wel, zorg wel dat het gezellig is in die plint en dat daar iets te doen is. Beneden, dus nog wat er wel te doen. En hoe is het in Aardomein? Nou, dat is bij ons, Aardomein inderdaad, dat is het gebouw waar ik woon. Bij ons is dat dus juist heel gezellig. Daar is echt zoals ik net zei, hele gemeenschappelijke ruimte. Maar komen er ook buurtbewoners? Zijn er ook mensen die uit Zuidoost daar komen? Nee, dat niet. Dat is zeker niet het idee. Overdag staat de deur wel open, dus je kan in principe naar binnen. Maar de meeste deuren zijn wel beveiligd met zo'n apparaatje en daar. Ja. Die gaat ook 's avonds dicht. En niet de bedoeling dat gewoon de buurt naar binnen loopt. Mensen nemen wel hun vrienden mee. Ja, precies. Er is geen gemeenschappelijke cafeetje waar. Nee, als je bedoelt gemeenschappelijk in de zin van buurt. Ja. Nee, niet. Maar wij zijn ook volgens nog een van de enige flats hier in onze buurt, zeg maar. Ja. Onze kant van het spoor althans. Dus er wonen ook niet zoveel mensen omheen, denk ik, die daar. Nee, de ene kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Dat is natuurlijk, daar gaan we het ook over hebben. Het is een ene en een andere kant. Hoe het zich voegt. Maar het is ook nog niet af, dat stuk van Zuidoost. Dus laten we ook gewoon daar nog een kans voor geven. De rond Be Mine worden ook nog grote torens gebouwd. Kier, nog even, want dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Wat dreef jou om hoog te gaan wonen? Ik wilde graag uitzicht. Ah ja. Dus ik wilde echt graag gewoon, En je komt van laagbouw?
Ja, maar zo heb ik het me nooit gerealiseerd. Hè? Nee. Ik heb een beetje in het buitenland gewoond. En dat je de vraag niet stelt, laagbouw, hoogbouw. Op een gegeven moment woon je ergens. Maar het uitzicht, wat doet dat met je? Dat je echt hoog, op 20 hoog, op de mensheid kijkt. Heb je nog... Sommige mensen hebben echt het gevoel... Ja, straks ga je mij vertellen dat ik een overgrote ego heb. Nee, 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 nee. Maar de menselijke maat wordt altijd over gepraat. En, nou, en het contact met de aarde. Er zijn mij twee dingen opgevallen. Ten eerste, het aantal Nederlanders wat last heeft van hoogtevrees. Ongekend. Ja, heb ik ook. Ja? Mensen komen bij jou binnen en... Ze gaan zo naar achter staan. Ja? Ja, dat was ook het eerste wat ik deed toen ik mijn huis in kwam. Maar even goed aan dat hekje voelen, goede trap tegenaan. Aantal vrienden waarvan je het nooit vermoedt, die hoogtevrees... Die leer je dan wel even goed kennen. Ja, maar ik denk statistisch waarschijnlijk Nederlanders meer last hebben van hoogtevrees. Want ja, de Vaalseberg is 310. Hè, dus ik bedoel, echt bergbeklimmen doen we niet. Maar dat was opvallend. En inderdaad, sommige mensen die tegen mij de klassieke uitspraak doen van... ja, maar het zijn allemaal mieren die beneden lopen. Zeg ik, ja, zwa. Maar heeft dat, zoals Guy dat zo graag zegt, zwa? Maar is dat... Doet dat iets met je mensbeeld? Ja, sta je nooit zeg maar, als de pauw zo naar beneden zo te zwaaien? Dat is wel echt iets wat ik regelmatig doe. Hoor. Ja? Dan kom ik uit de douche en dan ga ik zo en dan zwaai ik even. Dan hoor ik nog HB-moespapam ergens. Beeld het me misschien in. Maar ik heb dat echt wel. Ja, je krijgt wel een beetje dat grootheidsgevoel. Ah, ik weet het. Is natuurlijk een grap. Maar hij is nog jong, hè? Ja, dat is waar. Ik weet niet of ik daar zelf inderdaad zo'n, nou, je noemt het, grootheidsgevoel bij krijg, maar... Het doet wel iets met je om inderdaad zo naar beneden... Je herkent gezichten niet meer, je kijkt op mensen neer... Je ziet ze niet alleen zeg maar, je straat uitlopen... Je ziet ze ook de volgende straat ingaan. Je kan ze eigenlijk helemaal volgen. Heb je ook een verrekijker gekocht? Nee. Ik was wel laatst jarig. En er was wel iemand inderdaad die zei... Ah, oh shit, volgend jaar geef ik je een verrekijker. Want die besefte dat het leuk was. Ik wil even wat mensen in de zaal. Ik wil even weten, is er ook iemand die dit herkent? Wie wonen er in een hoogbouw hier in de zaal? Eén iemand. En de rest, jullie willen in hoogbouw of jullie zijn tegen hoogbouw? U wilt niet in hoogbouw. Aha, u wilt absoluut... Zijn er ook mensen die zeggen, ik zou wel heel graag willen? Ja. Toch wel. Ja, hele blije mensen. Die meneer die in hoogbouw... Herkent u dit? Ja? Niks aan toe te voegen? Anders moet ik met de microfoon naar u toe komen. Dan moeten we echt wel iets te zeggen hebben. Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Wacht even. Hallo. Ja. Wat had u daar nog iets aan? Hoe hoog woont u? Ik woon op 11 hoog. Dat was toen heel erg hoog in de toren waar ik woonde. Maar dat is nu inderdaad de helft. Wat ik heel erg belangrijk vind, of wat ik heel erg ervaar... is dat je ontzettend met het weer leeft. Dus als het donker wordt of je hebt mooie wolken... dat doet ontzettend mee in je interieur, zal ik maar zeggen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, ik heb een keer dus, het is voor mij een nieuw fenomeen... ik heb een keer een volle regenboog uit mijn ramen gezien. Een rondje, 360 graden. Dat, ja. Niet ja, eerder dat gezien. Is een nieuwe ervaring. Heb je daar ook je meubilair op aangepast? Absoluut, ja. Ik heb alle dragende wanden eruit gehaald... zodat het één groot loft is geworden en je eigenlijk overal dat uitzicht hebt. En waar woont u, mag ik vragen? Ik woon in een van de woontorens in het Rembrandtpark. Oh, dat is ook niet erg. En wat ik verder nog wou opmerken is dat de mensen die je kent... dat zijn de mensen die je kent van de lift. En we hebben twee liften. En je hebt even en oneven. Dus je kent eigenlijk alleen maar de even mensen. Dat wou ik even zeggen. Dat is ook leuk. Ik wil nog even naar die mevrouw die echt absoluut niet in hoogbouw wil. Mevrouw, u wil absoluut niet in hoogbouw. En waarom niet? Nou, net wat er onder andere gezegd wordt. Ik heb geen zin om op mieren te kijken. Dan erbij weet ik dat geluid omhoog gaat. Ik was ooit eens een keertje in Athene. En dan zat ik in een hotel die heel hoog was. En er was een straat daarvoor. En daarachter lag dus een achtbaans snelweg. En ik werd helemaal hysterisch van het geluid van die snelwegen. Die hoorde je dus zo je hotel in de kamer inkomen. Het was verschrikkelijk. Helemaal niks. Dus, maar we nemen dit allemaal mee om ook aan de architecten te vragen... van hoe wordt dat tegenwoordig opgelost met dat geluid? Want dat is wel herkenbaar. Athene, ik weet niet hoe ver ze daar zijn met dat soort akoestische oplossingen. Maar interessant, dus het weer, Guy, ben je ook meer met het weer gaan leven? Zeker, ja, absoluut. Zonsopgang, zonsondergang.
Ik heb Rob zelfs nog wat fotootjes gestuurd, maar die zie ik niet terug. Nee, nou, oké. Okay. Inderdaad, wat ik doe, ik weet niet of jij dat ook doet, is gewoon, het is zo fascinerend dat je regelmatig kijkt. Oh. Is, ja, dank je, Robert. Ja, kijk, dat is het uitzicht. Ja. Dat is zonsopgang. Je hebt water om naar te kijken. Dat is ook heel. Dat is fascinerend. Ik heb een spoor. Dat is ook soort van oké, zeg maar. Maar sneller of water is nog beter. Robert doet zijn best. Hè? Dat is dus. Oh, prachtig. Ja, precies. Want maakt het je ander. Wat jij zegt. Nou, ik ga zwaaien vanuit de douche. Ik hoop dat je. Dan heb je wel een badjas aan en zo. Ja. Zwaaiend vanuit de douche. Doet het iets met jouw mensbeeld? Of maakt het je filosofischer over de wereld? Of dat je de wolken voorbij ziet, dat je een regenboog ziet? Misschien, maar dat zit misschien ook een beetje in mij al. Maar misschien dat je af en toe wel na gaat denken over inderdaad wat iemand in een dag doet of zo. Omdat je hem zo bewust zijn deur uit ziet gaan, naar de supermarkt ziet lopen, terug of zo. En dat je dan op jezelf gaat reflecteren. Misschien wel, maar misschien dat ik dat van mezelf gewoon doe. Ik durf echt niet te zeggen of die dat hoogte een verband is. Nee, precies. En nog even over dat leven in die flat. Hè? Jullie hebben een swingende Facebookgroep. Jij noemt toch wel meteen die eenzaamheid. Dat komt ergens vandaan. Zijn er mensen in jouw flat waarvan je denkt, oei, die zie ik echt wel heel weinig en niet vrolijk? Nou ja, ik ben van rond de millenniuminwisseling. Wij hebben geen Facebook meer. Dus misschien. Hij doet dat niet meer, nee. Nee, dat daar leeft. Die zo'n eenzaam. Nou, ik weet het niet. Kijk, je zou het jezelf aan moeten doen. Want het is echt genoeg te doen. En als je een beetje je best doet, kom je beneden dus die gemeenschappelijke ruimtes echt wel in contact met mensen. Maar ik geloof toch ook wel eigenlijk van mezelf, misschien ook van waar ik vandaan kom dan, heel erg in het idee van per ongeluk je buren ontmoeten. En gewoon met z'n allen aan het pleintje voor het huis zitten. Veel meer dan dat je echt speciaal een fitnessruimte of koffie. Maar veel meer dan dat, want je moet dan toch bewust de keuze maken, ik ga naar buiten, ik ga naar beneden. En dat is iets heel anders dan gewoon je koffie en op de stoep gaan zitten. En dat is misschien wel iets heel leuks. Waar in Amersfoort dat ik vandaan kom, de buurtwerk vandaan kom, of de wijk, is ontwikkeld door Ashok Balotra. Ik weet niet. Ja. En daar stedenbouwkundige. Ja, zeker. Ik heb dit van mijn moeder gehoord. Oh, heel goed. Die dus zelf de filosofie had. Ja, die had zelf dat dus, voor zover ik het begrijp, dat voordeuren het liefst aan pleintjes en erfjes zaten. In plaats van aan straat. En dat klopt. Dus dat bijna nooit in Kattenbroek, die wijk, een voordeur aan een doorlopende straat. En dan had je eigenlijk. Ik kende echt iedereen. Ik kan me uit de wijk of de buurt waar ik vandaan kom geen voordeur herinneren waar ik niet van wist wie erachter woonde, zeg maar. Dan kun je dat voorstellen dat je zoiets zou kunnen creëren? Dan gaan we ook met daar ongeveer over. Zou je zoiets kunnen creëren in een flat? Dat pleintjesgevoel, dat die deuren uitkomen op de. Nee, wellicht wordt dat uitgesloten door het concept hoogbouw. Maar goed, niet. Ja. Kan jij je er zoiets voorstellen? Zo'n soort dorps. Nou, ik vind de vergelijking een beetje mank gaan. Want we vergelijken hoogbouw en dan krijg je meteen iets van. Vergelijken met een gezellige Jordaanbuurt. Moet je niet doen, zeg. En dat klopt niet, want waar praten we over? We praten over nieuwbouw, volstrekte nieuwbouw. En dan heb je de keuze, laten we zeggen, tussen 6 hoog, 20, 30 hoog. Maar niet de gezellige Jordaanstraat. Dat is een andere wereld. Dus echt laagbouw en hoogbouw moet je eigenlijk helemaal niet met elkaar vergelijken in die zin? Ik zou willen zeggen, klopt. Dus de laagbouwstijl Jordaan of 12 onder een kap. Dat kun je niet vergelijken met de hoogbouw. Wil je hoogbouw vergelijken, dan moet je kijken wat heden in Amsterdam wordt gebouwd. In dat segment, 6 hoog. En dan denk ik, het verschil tussen 6 hoog als bewoner en 20 hoog bestaat er bijna niet. Wel hoe je er tegenaan kijkt, maar dat is een ander probleem. Okay, niet als bewoner. Ik vraag me af, ik heb me wel veel bij AT5 gedraaid in dit soort. Ik heb wel het gevoel dat 6 hoog en 20 hoog, als ik met mijn vaste cameraman draai, zegt, is toch wel een enorm gevoelsverschil. Maar van buiten dus? Als je er woont, of niet? Of heb jij. Kijk, als je 6 hoog woont, dan ga je de lift in. Als je 20 hoog wordt, dan ga je de snellift in en het duurt even lang. Dat is het enige verschil. Maar je ziet in jouw verswingende Facebookgroep niet een verschil in mentaliteit tussen de mensen die 6 hoog wonen of 20 hoog wonen. Dat nee, absoluut niet. Jij ook niet. 6 zou misschien nog net verschil kunnen maken dat naar buiten gaan niet zo'n drempel is. Nee. Maar voor mij is dat toch een soort mentale drempel waarbij je dus echt een plannetje moet hebben om buiten iets te gaan doen. Al is het in de zon zitten, maar je neemt in ieder geval je sleutel en je telefoon mee, weet je wel. En buiten gaan is een drempel. Ja, misschien dat dat op 6 net wat minder is. Ik weet niet waar die grens ligt. Maar ik heb al zoveel gehoord, jongens. Ik ga jullie. Tenzij je nog iets. Oh ja, ik wil nog wel even van jullie weten, want ik ga dit allemaal meenemen. Ik heb het allemaal opgeschreven.
Is er nog een hoogbouw in Amsterdam, één nachtmerrie en één droom? Of één die je heel mooi vindt en één waarvan je denkt... Nou, Ik ken Amsterdam helemaal niet zo goed. Ik woon hier ook nog niet zo heel lang. Zes maanden. Binnen Amsterdam weet ik niet. Maar ik zou bijvoorbeeld in New York of zo... Zo'n vorm van hoogbouw zou mij heel vet lijken wel. Ja, okay. Maar verder liever inderdaad gewoon weer naar de grond, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, wel. Oké, okay, nou interessant. En Guy, wat vind jij nou een mooie hoogbouw in Amsterdam... en wat vind je een lelijke? De kop van onze Facebookgroep is... wij wonen in de mooiste toren van Amsterdam. Dat is, dus dat is het. Ja? Echt lelijk? Nee. En welke vind je echt prachtig? Waarvan je denkt, wow, dan ga ik gewoon... pak ik de Noord-Zuidlijn, of weet ik veel. Ik geef je een richting, maar nee. Nee, ik blijf gewoon thuis. Je blijft gewoon thuis? Gewoon, ja, de allermooiste gewoon, staat. Sorry. Is gewoon. Nou, ontzettend bedankt. De gelukkige bewoners. Ja. Jij toch ook wel. Dank jullie wel. Dank je. En tot de volgende keer. Bedankt. Ja. Een applausje voor Guy en Julio. En dan Daan en Flora. Daan Roggeveen en Flora en Nicolaas. Nou, die komen hier aan tafel. Flora, daar is ze. Hi Flora, ik ga je weer introduceren. Want Flora is ontwerpster en stedenbouwkundige bij Ruimte en Duurzaamheid. En werkt onder andere aan het hoogbouwbeleid. Oh, er is een filmpje. Oh, sorry. Nou, er komt een filmpje, wat leuk. Dan zit hij er dan vast. Ja. Hey, mijn naam is Lale en welkom bij een nieuwe aflevering van Stem van de Stad. Vandaag gaan we het met jongeren hebben over hoogbouw. Hoe beleeft ze het om te wonen op de hoogte? En zouden ze misschien meer in contact willen zijn met andere bewoners? Hoe ervaar je het wonen in hoogbouw? Hoe ervaar ik het? Als in... Nou, laat even kijken hoor. Ik ervaar het wel als leuk, als chill. Omdat ik heb een mooi uitzicht. Ik kijk uit naar Arena. En als ik goed kijk, zie ik de rijtoren. Dus ik heb een mooi uitzicht altijd. En verder, soms is de wind wel even vervelend, maar grotendeels is het echt wel super chill. For the most part it's okay, except when there's a storm and the doors close by itself because the building moves. But other than that, it's pretty cool. Ja, eigenlijk best wel prima. Ik vind het wel leuk. Hoog, mooi uitzicht over Amstelveen en over Schiphol. Dit gebouw, echt tof. Het is een soort 5-sterren hotel. Het is heel leuk. En ook heel hoog. Ik woon toevallig zelf op 19. Het is heel vet qua uitzicht. Are you sometimes maybe lonely because of living in a tall building? Not really, because we have this common area where we can meet with our neighbors. So it's not like that. Ik heb inderdaad eerder wel op begane grond gewoond. En dan is het gewoon heel laagdrempelig om gewoon met je boterham of werk voor wat op straat op de stoep te gaan zitten. En dan heb je al heel snel contact met je buren, denk ik. En ik kom hier niet buiten, tenzij ik naar buiten ga, echt als activiteit, zeg maar. Ik heb er toen heel bewust voor gekozen om lekker alleen te gaan wonen. En nu is het dan ook weer extra gezellig omdat ik nu met een vriendin woon. Maar ik vind mezelf niet zo snel eenzaam. Want als je je alleen voelt, dan ga je gewoon lekker naar vrienden toe. En dan is het ook wel leuk. Dus voor mij is dat geen issue. Because of community places that are really good here. It's quite easy to me to get touch with my neighbors. But in corridors it's a bit difficult because it's not a lot of activities there. Dus je hebt niet soms last van eenzaamheid omdat je in zo'n groot gebouw woont? Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook omdat er een gemeenschappelijke ruimte is en zo. Dus je kan dan wat makkelijker connecten met elkaar. Dus ook als je boven bent, je ziet elkaar, je buren ook wat vaker. Dus ja, nee, ik zie daar geen probleem in. Er is een park hier binnen, groepsapps en een soort common area beneden. Ik denk dat het nog makkelijker, meer vanzelf zou gaan als je inderdaad echt gewoon je voordeur aan de straat hebt. Ik ben heel erg op mezelf, dus ik merk daar echt niks van. Ik vind het ook niet erg, eerlijk gezegd. Dus je hebt geen gevoelens van eenzaamheid soms, omdat je in zo'n gebouw woont? Zeg ik. Ik vind het juist heel chill dat ik zeg maar, een soort van in mijn eentje zo hoog woon, zeg maar. Dat is voor mij de allure ervan. Ondertussen zijn aangeschoven Flora en Daan. Flora en Nicolaas, jij werkt voor de gemeente, onder andere aan het hoogbouwbeleid. Hè? Dus jullie kijken van waar wel of geen hoogbouw moet gaan. En als er dan hoogbouw komt, waar moet het aan voldoen? Hè? Ja. Zit het goed in de buurt en dat soort dingen? Daar zit jij. Daan Roggeveen, je bent architect, oprichter van More Architecture. En je hebt bureaus ook in Shanghai, dus je weet alles ervan. Jij publiceerde het veelgeprezen How the City Moved to Mr. Sun, China's New Megacities. Dus ook China, we zitten heel goed op jouw netvlies. En je maakt een geweldig leuke podcast, De Toren van Babel.
over hoogbouw. Dankjewel. Heel leuk, bij de architect. Architectenweb. En jij hebt je was de ster in de Bouw en Leven aflevering over dichtheid en hoogbouw. En kijkt van hoe haal je de menselijke maat in de gaten. Nou, we hebben ontzettend leuke dingen gehoord van de mensen in het filmpje en deels ook gedubbeld hier aan tafel. Wat viel jij nou het meest op, Flora? Waren er nog dingen waarvan je dacht, zo, dat had ik niet verwacht, dat een hoogbouwbewoner zoiets zou ervaren? Nou ja, het is gewoon heel mooi om eigenlijk dat uitzicht te zien. Dus dat is natuurlijk iets wat spectaculair is en waar ik zelf niet zo heel vaak meemaak, omdat ik niet zo hoog woon. Dus dat is het besef dat je daar elke ochtend mee wakker wordt, is heel leuk. Ik vind dat we altijd best wel zoeken naar praten over hoe leven die mensen in hoogbouw. Ja. En dat we daar een soort idee over moeten hebben. En alleen al de twee sprekers hadden daar eigenlijk al een ander idee over. Dus dat is toch gewoon een beetje de vraag van hoe ver kun je daar nou iets... Kun je daar iets mee? Ja. En ook wat ik... Ja, en het is natuurlijk best een gevoelig onderwerp. Vooral in Amsterdam, denk ik. Ja, zeker. Heel veel emotie altijd bij te kijken komt. Nou, dan is het mooi om te zien in die filmpjes dat er gewoon heel veel mensen daar gewoon prima hun leven leiden. Nee, je hoeft helemaal nergens. Flora, je hoeft helemaal niet. Maar in ieder geval de jongere generatie, heb je die indruk ook, Daan? Dat we hebben hier heel veel millennials. Nou, Guy is natuurlijk een ongelofelijke jonge geest. Hè, ja, met zeker. De swingende Facebookgroep. Merk je ook dat de generatieverschil is? Want Flora zegt, nou, hoogbouw ligt gevoelig. Hè? We hebben alle discussies over de sluisbuurt meegemaakt. Merk je dat het ook generationeel een verschil is? Nou, ik denk dat het niet zozeer... De generatie die je niet aan tafel hebt gehad, zijn mensen met kinderen of met jonge kinderen. Ja. En ik denk dat dat met name een uitdaging is als je hoogbouw gaat maken. Van hoe kan je ook gezinnen of die plek faciliteren? Die jongen aan het eind zegt van, ik woon daar prima op mijn eentje. Ja. Dat is denk ik, daar zit met name de uitdaging. Omdat je dan mensen hebt die minder mobiel zijn om even de stad in te gaan om vrienden te zien of zo. Die moeten toch meer van die woonomgeving zelf hebben, die kwaliteit moet hebben. Precies. Nou, is toevallig dat jij met je gezin in Shanghai op... en ook nu nog? Nee, nu hier. Nu niet meer, nu hier. Nu niet meer, ja. Maar hier. Heb jij een gezinswoning vrij hoog? Hè? Hoe hoog zat jij? Zeker, we zaten op de tiende. Op de tiende. Oh, daar zijn plaatjes van, dat kunnen we straks even zien. Ja. Was dat prettig? Want hoeveel kinderen heb je? Twee. Die zijn echt geboren daar. Dus die, in die vlekken. Dus daar. Onder het plaatje zie je een pijltje waar ze geboren zijn. Oh, oké, daar. Ja, dus dit is een stad waar wel wat hoogbouw is te zien natuurlijk. Wij woonden, je ziet daar drie blokken die een beetje overeenkomstig zijn. Daar direct achter wonen wij. Oh ja. En dit was ons uitzicht, dus dit zijn mijn twee kinderen. Ja. Een paar jaar geleden. En wat dit plaatje eigenlijk laat zien is dat je dus dit lijkt een vrij random fotootje, maar ik denk dat het eigenlijk best wel een aantal kwaliteiten uitlegt die in die woning zaten. Aan de ene kant, die woning was groot genoeg om daar met een gezin te wonen. Mm-hmm. Dus met kinderen. We hadden een royale buitenruimte. Mijn kinderen hebben het nog steeds over het balkon dat wij in Shanghai hadden. En de maat daarvan. Ja, ja. Maar je ziet ook dat die stad eigenlijk zelf heel erg groen is. Je ziet dat er wat afstand is tussen die torens. Dus je hebt ook voldoende privacy. Iemand die noemde. Ja. Ik sta dan eens even zwaaien terwijl ik net uit de douche kom. Dat vond ik niet zo erg, geloof ik, hoor. Maar je hebt dus voldoende privacy. Mensen kijken niet bij je binnen, dat is belangrijk. Ja. En ik denk, maar dat is meer op stedelijk niveau. Zie je ook dat er een soort van verdichting plaatsvindt rondom. Dat punt aan de horizon, als het ware. Daar komen al die hoge gebouwen bij elkaar. En dat is ook de kruising van twee metrolijnen. Dus ik denk dat dat een van de kwaliteiten is van hoogbouw. Dat je op een veel duurzamere manier je stad kan inrichten. Precies, dat is ook het idee, Flora. Dat hoogbouwbeleid van de gemeente, kun jij dat in grote lijnen uitleggen? Als we dit horen van rond OV daar in de buurt. Is dat ook in het beleid opgenomen? Ja, dat is in het huidige beleid. We werken nu aan nieuw beleid en dat de hoofdlijnen daarvan zitten zijn ook in de omgevingsvisie opgenomen die recent is vastgesteld. En dat gaat inderdaad op stadsschaal dat we hoogbouw eigenlijk inzetten als een middel om te verdichten op plekken die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Nou, dat zie je eigenlijk nu in de stad ook al gebeuren. Als je de metrolijn neemt, dan zijn alle plekken waar die metro stopt, daar prijst eigenlijk een nieuwe stad. Mm-hmm. Daarnaast maken we gebruik van de ruimte eigenlijk rondom het IJ. En wat... De andere kant is dat we eigenlijk met dat beleid ook zorgen dat we zorgvuldig omgaan met de beschermde stadsgezichten in Amsterdam. En daarnaast is het nog van belang dat we eigenlijk op gebouwniveau zorgen dat we goede gebouwen maken. Nou, daar maken we gretig gebruik van de podcast vandaan en ook van het document Wonen op Hoogte, wat je net noemde. Ja. Dus dat is echt een specifieke opgave, omdat het zo'n specifiek gebouwtype is.
En dus die twee kanten, dus en de schaal van de stad en het gebouwniveau, dat komt in dat hoogbouwbeleid. Precies, want jullie zijn ook, jullie hebben een schouw gedaan, hè? Jullie zijn overal langs gelopen. Wat viel jou nou het meest op? Als je, want je maakt dat beleid, hè? Je bent zelf Amsterdam, je woont in Amsterdam, mm-hmm. niet in hoogbouw, maar nee. Als je nou zelf rondkijkt, waar ben je, wat valt je dan het meest op? Mag ook iets mag constructief zijn, maar mag ook dat je denkt, dat had wel anders gekund. Of daar moeten we even goed op gaan letten. Als je echt rondloopt met Daan. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik voor een heel groot deel best wel blij verrast ben. Het zijn niet zo makkelijke plekken, denk ik, waar we het doen. Dus het, bijvoorbeeld in Zuidoost, dat is gewoon een heel groot bedrijfsterrein nu. Mm-hmm. Ja, daar moet toch echt behoorlijk nog wel wat gebeuren voordat dat een wijk is. Ja, je vertelde, je woont daar nu in je eentje. Dat is, ja, in dat gebouw is het leuk, maar de vraag is hoe dat daar omheen is. Ja. Maar je was blij verrast ook, en waardoor was je blij verrast? Nou, dat er heel veel... De kwaliteit van de gebouwen die wij hebben gezien, vond ik heel hoog. Terwijl er toch altijd... Ja, dat is sowieso hebben we daar nog niet, helemaal niet zo lang in geoefend om een hoogbouw te maken. Nee. Dus dat is natuurlijk een redelijk nieuwe bouwvorm. Ook helemaal als je er woning in maakt. En ja, en het is ook best ingewikkeld, want het is duur. En het is al, ja, de hele vraag van ontsluitingsprincipes, buitenruimte... Nou, het hele pakket is best lastig en ik vond dat dus ik was blij verrast voor de kwaliteit van de dat gebouwen en ook van de woningen die we hebben gezien, want we zijn ook binnen geweest. Ja. Ja, want Daan, je assisteert of jij adviseert in het beleid ook. Waarvan je denk je van, kom op, hier kunnen we toch wel echt even of iets minder of iets meer, want je bent natuurlijk een hoogbouwfan, maar je hebt ook te maken. Hè? Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die dat minder zijn en die het akelig vinden en niet betaalbaar en ongezellig en anoniem. Hoe kan je dat nou, die angsten wegnemen, dat imago wat eromheen hangt? Ja, ik denk, dus het creëren van voldoende draagvlak en het helder zijn over wat plannen zijn en hoe hoog bepaalde plannen worden, is extreem belangrijk bij het realiseren van hoogbouwplannen. Je ziet over door het hele land heen dat er heel veel verzet is. En mensen zich ontzettend snel anti-hoogbouw organiseren. Dus dat, mm-hmm. is, dat is op zich dat is interessant. Even nog aansluitend op die excursie die we hebben gemaakt door Amsterdam was voor mij ook wel de observatie dat we denken altijd in het idee van Amsterdam of Rotterdam is een hoogbouwstad en Amsterdam niet. Nou, dat is echt pertinente onzin. We hebben een dag lang in de metro gezeten, een dag lang door de stad gereisd en alleen maar hoogbouw gezien. Dat kan dus in Amsterdam. Ja. Dus dat is best wel belangrijk om dat even vast te stellen. Van, we hebben eigenlijk al heel veel hoogbouw in de stad en het is er al. Ja. En ik denk dat wat ik denk dat wat je vroeg, je vraag was, wat mis je dan? Ja. Ik denk dus de stap tussen eigenlijk de individuele woning en de stad. Daartussen wil je eigenlijk een tussenstap maken. Ja. Dat moet wat mij betreft meer zijn dan alleen maar een ruimte waar een pooltafel staat of een Facebookgroep. Dus ik pleit er echt voor dat je tussen hoogbouw of aan de voet daarvan in ieder geval collectieve ruimte organiseert die echt grote kwaliteit heeft, waar mensen kunnen landen tussen zeg maar, de individuele woning en de stad zelf. Ja, wat jij ook zei, hè? De omgevingen, wat je ook zag in Zuidoost. Ja, ik vind dat wel een hele grote vraag. Of je dat binnen in die gebouw moet organiseren, of dat we in eerste instantie eigenlijk de straat... Nee, dat kan ook buitenruimte zijn, wat mij betreft. De publieke ruimte is. Want dat is het beleid. Risico natuurlijk is, dat als je heel veel in dat gebouw organiseert, dat je eigenlijk die straat... Dat het eventueel leeg lijkt. Dat vind ik een moeilijke kwestie daarin. Terwijl ik wel... dat is ook allerlei kansen biedt. Bijvoorbeeld als je heel hoog een mooie tuin hebt. Waarin je ook nog eens over de stad uit kan kijken. Heeft wel heel veel kwaliteit. Maar dus het moet volgens mij nooit ten koste gaan van wat er in het gewoon op de straat gebeurt. Dus nee, maar misschien waar we het net over hadden van... Er zijn in Zuidoost, wat gebeurt er dan op straatniveau? Wat gebeurt er als je die lift uitkomt en je loopt de straat op? Mm. Ja, dan sta je dan in een barren landscape? Of is dat ook een intieme ruimte, bij zo'n spreken? En dat is denk ik dat is echt wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja, en dat is belangrijk, want ik denk ook wat je veel ziet... en dat is ook wel iets wat ik ook wel eens eerder met jou heb besproken... dat zit ook in volgens mij in die aflevering, is dat je... Wat jij zegt, hè, als je dakterrassen maakt die openbaar zijn. Hè, dat zie je ook in op de Zuidas. Hè, dat zijn allemaal fantastische plannen. Er wordt ook wel heel veel renderporno, zoals ze dat zeggen. Prachtige bomen gecreëerd waar iedereen kan komen. En uiteindelijk gaat daar dan een hek ervoor. Dan kun je er toch niet in. Hoe zorg je nou als gemeente om te zorgen dat iedereen die daar loopt... ook al kom je daar even op bezoek... dat je ook gewoon ook van die hoogte kan genieten. Of dat er, als er ontworpen wordt op die hoogte... dat daar ook iedereen kan blijven komen. Want op een gegeven moment is het out of your hands, hè? Dan kun je niks meer. Ja, dat is denk ik heel moeilijk om te voorkomen. Dus ik vind de eerste de vraag, moet dat altijd allemaal echt openbare ruimte zijn? Mm-hmm. En
Ja, wat ik wel denk, het feit dat je één gebouw hebt waar zoveel mensen bij elkaar zijn, maakt ook dat je met die massa kan je gebruik van maken. Dus als je daar een huismeester zet op iemand die zorgt dat die dat verzorgt, zeg maar, dat, ja, dat soort dingen zouden denk ik wel helpen. Ik weet niet zo goed. Nou, je ziet hoe het, je met pasjes. Ik zou niet weten hoe je anders. Dat is lastig. Ja, want dat betrekken, dat zie je ook bij sommige ontwerpen, dat je een trap op kan en dat je, hè, bij de Valley heb je dat ook. Ja. Dan moet je erop kunnen als gewoon. Dat zou natuurlijk de staat van hoogbouw of het gevoel bij hoogbouw iets fijner kunnen maken. Dat iedereen erop kan. Dat kan, maar ik denk dat wat ook belangrijk is om wat je ook zegt, gebruik te maken van het feit dat je heel veel mensen bij elkaar krijgt. Hè. Er komt ontzettend heel veel ruimte drukken doordat er hoogbouw ontstaat. Mm-hmm. Dat we dat ook terugzien in de programma's in de plint. En dan met name, dus dan moet het meer zijn dan een Albert Heijntje of een Gorilla's. Ja. Maar kan dat dan ook een school zijn? Kan dat een theater zijn, een dansschool? Dat soort programma's, zodat echt de impact van het feit dat we heel veel mensen bij elkaar hebben op straatniveau te voelen is in nieuwe publieke voorzieningen. En extra dat maakt het ook echt mogelijk. Hè? Ja, dat maakt het mogelijk. Het levert het op. Ja. Wat jij ook wel vertelde in de afleveringen, vond ik zo'n goeie. Maar dat schijnt ook wel heel lastig te zijn dat er in Shanghai bijvoorbeeld al vol groeiende bomen worden neergezet in de straten zelf, hè, waardoor je dus, dat is een prachtig plaatje. Kijk, dat is gewoon de begane grond, hè? Mm. En dat vind ik echt waanzinnig. Maar het schijnt heel lastig te zijn, hè, om echt volwassen bomen al in een. Ja, misschien moet ik daar wel even bij zeggen dat deze bomen zijn wel 60 jaar oud, hè? Dus ja. Staan er een tijdje. Ja. Nee, maar ik denk dat dit is de straat waar ik dus aan woonde. Ja. En die dus een ontzettende diversiteit had aan voorzieningen, winkels, culturele voorzieningen, een markt enzovoort. Ja. En dat kon gedragen worden omdat je juist die dichtheid hebt die je daar links ziet. Maar het gaat wat mij betreft dus niet om dat beeld, maar het gaat vooral om dit beeld. Hè? Ja, precies. Dat snap ik. Dus en ook zorgen, wat je ook nu een beetje ziet, hè, wat je veel ziet, is dat de plinten vaak, hè, de begane grond vaak gevuld worden met de Albert Heijns en de Blokkers en de Kruidvat in plaats van hele leuke kleinere supermarktjes waar je ook gewoon af en toe een broodje van 1 euro kan kopen. Dat is denk ik ook het lastige van het hele verdienmodel. Hè? Van hoogbouw blijft, wat je zelf ook al zei, best prijzig. Ja, en van die ontwikkelschaal. Dus het is vaak een heel blok. En om dat in hele kleine stukjes te knippen. En ja, dat is tot nu toe best lastig. Maar volgens mij zijn ze in de Zuidas daar wel mee aan het oefenen om die ruimte op de begaande grond kleiner te krijgen. En kleiner. En dat is natuurlijk een heel ingewikkeld ontwikkelverhaal. Ja. Daar gaan we niet in. Maar het gaat over thuis op hoogte. Van hoe zorg je dat mensen zich thuis voelen? Ja. Nou, is het natuurlijk als laatste, hè, er wordt wel gezegd, mensen willen gewoon een huis met een tuin, voor en achter en laagbouw. We kennen de Friso de Zeeuw-achtige mantra's van mensen willen dit helemaal niet. Nou wil ik eindelijk eens horen van wie onderzoekt wat. Wat willen we? We willen dicht en hoog. Willen we dat? Het moet, omdat we daarmee het groen sparen en daarmee ook mensen uit de auto halen en in het OV stoppen. Maar wat zijn er nou eigenlijk onderzoeken waaruit blijkt dat mensen dit willen of niet willen? Wat zijn de cijfers? Nou, Friso zegt natuurlijk dat hij dat zelf heel goed onderzocht heeft. Ja. Ik denk dat onze demografische ontwikkelingen van en vergrijzing, dus die heel veel mensen die in één gezinswoningen wonen, die er nu zijn, dat zijn best wel oude mensen, dus binnenkort komen die vrij. Ja. En één persoon huishouden, dat groeit ook heel erg. Dus ik weet niet zo goed of als je echt iets verder in de toekomst krijgt, dat of die vraag er dan nog steeds is. Ligt en ik vind het ook een beetje altijd zo neergezet alsof we nu alleen nog maar overal alleen maar torens bouwen. Ja. Dat natuurlijk in Amsterdam, maar eigenlijk in alle steden in Nederland, denk ik toch behoorlijk gevarieerd gebouwd wordt. Ja. Het is een beetje een schrikbeeld. Ja, het is niet of. Het is, kijk, het gaat. Kijk, Friso de Zeeuw die vertelt het natuurlijk omdat hij promoot dat we het groene hart gaan volzetten met nog eens een keer rijtjeswoningen. 65% van Nederland bestaat al uit rijtjeswoningen. 65%. Grondgebonden woningen. Ja. Dus een ander aanbod creëren lijkt me niet zo gek. Maar dat hoeft niet noodzakelijkwijs hoogbouw of superhoogbouw te zijn. Dat gaat over verdichting. Dus dat is moet het thema zijn. Dus het zou eigenlijk, zou je die titel ook moeten zeggen, thuis in verdichting of iets dergelijks. Ja. Dus een verdicht stedelijk gebied. En of dat dan hoog of lager is, dat is dan de vervolgvraag. Ja, precies. Thuis op elkaar zou ik moeten zeggen. Thuis dicht. Thuis gestapeld, lekker gezellig thuis. Ik dank jullie ontzettend voor jullie komst.
jullie mogen weer gaan. Ik ga nu de volgende gast uitnodigen. En dat is namelijk, wie weet nou meer over hoogbouw? En iemand die uit New York komt. Amerikaanse architect Stephen L. Hij is stedenbouwkundige en architect, geboren in Nederland. Maar hij ontwerpt gebouwen voor en adviseert aan grote steden over de hele wereld. En aan het kennisplatform Duurzaamheid van de Verenigde Naties. En is verbonden aan diverse universiteiten. Hij gaat ons vertellen, Stephen, je mag alvast gaan staan. Stephen L. over hoe Amsterdam hoogbouw en kwaliteit samen kunnen laten lopen. Hè? Hij heeft een geweldig boek gepubliceerd. Dat is Super Tall, How the World's Tallest Building Are Reshaping Our Cities and Our Lives. Itself, Stephen. Stefan. Stefan. Het is gewoon Stefan. Gewoon Stefan. Wow. En je gaat ons daar meer over vertellen. Ja, dankjewel. En welkom iedereen, ook thuis. Leuk dat jullie hier naar luisteren. Ik ben dus in Nederland opgegroeid, maar uiteindelijk in Hongkong gewoond, nu in New York. En verschillende wolkenkrabbers ontworpen, voornamelijk in Azië, maar ook in Amerika. Nog niet in Amsterdam, maar hopelijk snel. Maar wat ik vandaag wilde doen, is een soort vergelijking maken van verschillende grote steden en wat voor systemen zij hebben bedacht om hoogbouw meer levensbaar te maken. En we gaan het hebben over New York, Hongkong, Singapore en Londen. En ik denk elke stad heeft wel een les voor Amsterdam. Dus laten we beginnen met New York. Nou, ik heb hier de klikker. Dus New York heb je eigenlijk, als je naar Manhattan gaat, zijn er zeg maar twee plannen die de hele stad kunnen verklaren. Eén is zeg maar deze plattegrond, die is 200 jaar getekend. Dus dat grid van Manhattan, dat kennen jullie allemaal. Maar wat gebeurde op een gegeven moment? Dat er gewoon te veel wolkenkrabbers werden gebouwd die totaal niet dachten aan zeg maar, de gebouwen die ernaast stonden of de mensen op de straat. En dit was één zo'n monstrosity, als die bekend stond, die Equitable Building. En zelfs de vastgoedsector was hier overstuur van. En ze hebben dus daardoor nieuwe regelgeving ingezet. En dit was, zeg maar, de regel is dat je een soort sideline vanaf de straat. Heb je een soort diagonaal die omhoog gaat, zodat je altijd daglicht op straat krijgt. En dan verschillende gebieden in de stad kan je dat. Kan je hoger of lager bouwen, maar je moet altijd die diagonaal hebben, zodat je altijd daglicht kan zien. Het probleem van dat systeem is dat het zeg maar, leidde tot dit soort gebouwen. Het is allemaal van die piramideachtige vormen gebouwen. Dus als je naar de Chrysler Building kijkt of de Empire State Building. En als het plan echt gerealiseerd was, dan was Manhattan nu iets van 50 miljoen mensen. Dus op een gegeven moment realiseerden ze zich dus, oké, dit kunnen we niet meer doen. We gaan een ander systeem inzetten. En dus in 1961 zijn ze met een nieuw systeem gegaan. En op zich is dit wel interessant voor Amsterdam, denk ik. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een systeem bedacht waardoor ze de private sector dingen lieten bouwen voor de publieke sector. Dus, en hoe deden ze dat? Dan zeiden ze tegen zo'n ontwikkelaar, ja, als jij een pleintje maakt voor, want we hebben niet genoeg pleinen in New York, als jij voor ons een plein maakt, dan mag jij er 6 verdiepingen bovenop zetten. En dat heeft dus binnen een hele korte tijd geleid tot 100 vierkante meter pleinen in New York. Dus 100 vierkante meter is ongeveer 13, 14 voetbalvelden. Dus dat was een groot succes. Het probleem was alleen dat de privésector veel van dit soort pleinen bouwde. Niet echt gezellige plekken. Ja, inderdaad. En nou, als je er meer van wil weten, er is een hele mooie documentaire over. Maar ja, mensen in New York die zijn vrij kritisch. Ik kan me voorstellen dat ze daar niet blij mee waren. Dus die hebben dat allemaal onderzocht. En uiteindelijk hebben ze de regelgeving veranderd. Zodat nu, als jij zeg maar hoger wil bouwen, dan mag je nog steeds doen als jij een pleintje bouwt als ontwikkelaar. Maar dan moet je wel genoeg bomen neerzetten, je moet banken neerzetten, het moet een bepaalde vorm hebben. Dus er is heel veel regelgeving, meer dan 1000 pagina's, de zoning code van New York. Dus kan je voorstellen dat op een gegeven moment wordt die regelgeving misschien iets te groot.
Maar dat zorgt er wel voor dus dat die pleinen een stuk beter zijn. Nou, de andere regelgeving waar ik het over wil hebben is over air rights. En wat dat betekent is dat in New York kan je lucht kopen en verkopen. En soms is de lucht meer waard dan de land daaronder. Een hele bizarre situatie. Maar waar dat toe leidt, is zeg maar dit soort taferelen. Ik weet niet of jullie pas geleden in New York zijn gekomen, maar deze torens die komen nu allemaal naar boven de afgelopen 5 jaar. Dat zijn de zogenaamde super slenders, hele dunne torens. Niet alleen de langste torens, maar ook de dunste torens. Soms zijn ze iets van 23 keer langer dan dat ze dun zijn. En als je naar een toren kijkt, hoe dunner die is, hoe langer die lijkt. Het probleem is dat die torens eigenlijk niet logisch zijn, omdat ze zo dun zijn. Als je een wolkenkrabber ontwerpt, dan ben je heel veel ruimte kwijt aan liften en structuur. Ja, ik zie al mensen bewegen. Ja, inderdaad, die bovenste verdiepingen, die bewegen inderdaad. Dus hebben ze allemaal manieren bedacht om dat te voorkomen. Eén is een soort tegengewicht, dus 600 ton, wat dan op de bovenste verdieping zit. Dus als je één kant opzwaait, dan gaat het gewicht die andere kant op. Maar ook sommige, die middelste toren, als je kijkt naar die tussenverdiepingen, dat zijn van die open gaten waar de wind dan doorheen kan blazen. Nou, het grootste probleem met die torens is dat het zijn zeg maar billionaire towers. Die bovenste verdiepingen, één is er gegaan voor $200 miljoen. Dus die staan daarboven en ja, er is heel veel kritiek op voor door mensen. Maar het lastige is dat het systeem dit heeft toegelaten. Er zit geen publieke inspraak bij. Dit is gewoon, de regelgeving is heel erg transparant. En dat maakt zeg maar New York een voorbeeld van een stad die echt heel erg door de markt bestuurd wordt. Nou, dat kan je ook, die air rights kan je ook, en dat wilde ik dus nu even op focussen, die air rights kan je dus ook gebruiken om goede dingen te doen. Dus bijvoorbeeld de High Line, dat is een heel beroemd park in New York, hebben ze mede mogelijk kunnen maken door de air rights te laten verplaatsen. Zodat je niet zeg maar, grote wolkenkrabbers net naast het park hebt, maar die kan je dus die air rights aan de rand van de wijk zetten, zodat je niet schaduwen hebt over dit park bijvoorbeeld. Wat ze dus vergeten zijn toen ze dit gedaan hebben, is ook om te zeggen dat oké, als jij die air rights gaat kopen, dan moet je ook een soort percentage aan sociale woningbouw doen. Want nu is die buurt ontzettend duur geworden, Chelsea. En heel veel mensen kunnen er niet meer wonen. Ze hebben nu wel een mooi park en alle toeristen gaan erheen. En meer toeristen gaan naar dit park dan naar de Museum of Modern Art. Dus het is echt de meest beroemde toeristentrekpleister in New York. Maar het is ook wel, heeft ook wel gevolgen gehad op zeg maar de prijzen van de appartementen eromheen. Nou, een heel goed voorbeeld is wat ze doen in Midtown East. Dus een gedeelte waar je heel veel van de oorspronkelijke torens had. Het waren heel veel van die kantoren. Maar die torens die werden wat ouder, 50, 60 jaar. En veel bedrijven die wilden er niet meer in, omdat ja, vrij lage plafonds en de waardes gingen naar beneden. Dus wat heeft de stad gedaan? Heeft gezegd, oké, wij gaan dit hele gebied gaan we omzonen. Dat betekent, als jij als ontwikkelaar hier iets wil bouwen, dan laten we hier meer bouwen. Je mag hoger bouwen dan er nu is toegestaan. Maar dan moet je dus wel positief iets doen voor de stad. En in dit geval heb je One Vanderbilt. Dat is een van de hoogste torens in New York. En die ontwikkelaar heeft $200 miljoen aan Grand Central Station betaald om al die hallen zeg maar te verbeteren. En dan vraag je misschien, ja, is dat wel nodig? Nou, dat is wel nodig, want meer dan de helft van alle metrostations bijvoorbeeld in New York, daar heb je geen liften voor mensen met rolstoelen. Dus wat doet de stad? Het kost er geen cent. Ze laten dus ontwikkelaars meer bouwen en in ruil daarvoor krijgen ze dingen die de stad heel erg nodig heeft. En het voordeel daarvan is dat ja, je hebt dus hoogbouw, maar je hebt ook openbaar vervoer.
En rond Grand Central Station heb je kan je met 20 minuten lopen heb je 1,7 miljoen banen. Dus voor mensen die buiten de stad wonen en die niet in hoogbouw willen wonen, maar wel in hoogbouw werken, is dit een makkelijke manier om toch nog in New York te werken. Die kunnen gewoon makkelijk met de trein en dan lopen ze een klein stukje en ze zitten in een kantoor. Nou, Londen is een ander voorbeeld. Het is meer een voorbeeld van hoe ga je... Misschien is het een voorbeeld van hoe moet je het niet doen. Maar het is wel een voorbeeld van een stad die heel erg bezig is met erfgoed. En waar je veel meer publieke inspraak hebt. En ongeveer 100 jaar geleden is dit plan ingezet. Toen de eerste wolkenkrabbers in Londen kwamen, hebben ze die Protected View Corridors gezet. Dat betekent dat je van bepaalde monumenten naar andere monumenten, bepaalde parken naar bijvoorbeeld St. Paul's Cathedral, mag je niks bouwen daartussen. En dat heeft heel lang echt wolkenkrabbers verboden. Er zijn ook nog andere regulaties. Maar wat interessant is, dat in Londen is dat publieke debat veel belangrijker. Dat mensen gaan het echt over wolkenkrabbers hebben. En als er dan een nieuwe burgemeester is die meer banen wil binnenbrengen, zoals Ken Livingston had gedaan, iets van 20 jaar geleden, dan zie je dus wel meer en meer torens komen. Maar als je torens ontwerpt in Londen, dan gaat het dus heel erg, oh, wat is de relatie van deze toren met die oude monumenten? Hier bijvoorbeeld zie je de Leadenhall Building, die dan, zeg maar, van weg van de St. Paul's Cathedral leunt. Naar Hongkong heb ik zelf 3 jaar gewoond. En als je naar Hongkong kijkt, dan denk je Blade Runner. Dat is de stad met de meeste wolkenkrabbers ter wereld. En je denkt een beetje dit, zeg maar chaos. En ja, dat is misschien gedeeltelijk waar. Maar als je Hongkong beter leert kennen, dan weet jij dat al die, of heel veel van die wolkenkrabbers, die staan op openbaar vervoers of metrostations. Het is een hele bijzondere situatie, want je hebt een organisatie, de MTRC, die doet openbaar vervoer, transport, maar ze zijn ook projectontwikkelaar. Dus ze kunnen tegelijkertijd, als ze een station bouwen, kunnen ze daar ook torens op zetten. En dat heeft heel veel voordelen, ook financieel. Ze zijn enorm profitable. En het is een van de beste metrosystemen ter wereld. Als je het vergelijkt met New York, heb je de ratten. En het is veel te warm en geen wifi. En daar is het airconditioning, wifi. En ze gaan altijd op tijd. Het is een enorm goed systeem. Misschien beter dan Nederland zelfs. Maar het heeft ook wel nadelen. Dus wat je krijgt in Hongkong is dat, omdat je dus zo'n mega bedrijf, zo'n mega organisatie hebt, die dat allemaal leidt, krijg je van dit soort projecten. Die zijn wel heel interessant. Je hebt 50.000 mensen die in één zo'n kolossaal project wonen, waar je alles hebt. Bijvoorbeeld, ja, je hebt een shopping mall, je hebt je kantoor, je hebt er verschillende woningen. Maar het probleem van dit soort projecten is wel dat je zeg maar heel veel dat commerciële hebt. Dat je altijd zeg maar door winkelcorridors loopt. En het voelt een beetje aan als een soort shopping mall. En aan de buitenkant, die projecten zijn vaak heel, heel kaal. En die denken niet zoveel aan de menselijke schaal. Aan de andere kant, het voordeel is wel dat het een enorm duurzame stad is. Omdat de meeste mensen die gaan met een openbaar vervoer. Dus je hebt een relatief heel lage energie per persoon die mensen besteden aan transport. Singapore, tot slot, is de afgelopen 70 jaar een ontzettend groene stad geworden. En waarom? Omdat ze onafhankelijk willen worden van Maleisië. Maleisië, daar zijn ze afhankelijk van water. Op een gegeven moment zei de minister-president van Maleisië, als we een keer ruzie hebben met Singapore, dan gaat die watertap, die gaat af. En sindsdien zijn ze dus heel erg groen geworden om dus zelf dat water, hun eigen bevolking van water te voorzien. Dus een van de groenste steden.
Een hele interessante regelgeving heet de Landscape Replacement Area. Dat betekent dat als jij als ontwikkelaar een toren wil bouwen, dat betekent dat voor elke vierkante meter die je op, van grond waar je op gaat bouwen, die moet je dan compenseren met groen in de lucht. Dus je krijgt dit soort taferelen van die groene wolkenkrabbers. En ze hebben ook een soort ratio. Dus het gebouw wat je ziet aan de rechterkant, die wolkenkrabber, heeft 11 keer meer groen in het gebouw dan dat je kwijtraakt door het gebouw neer te zetten. Dus het is een soort nieuwe race. Niet wie heeft de langste of de dunste, maar wie heeft de groenste. En dat is wel... Dat is wel heel interessant. Nou, duurzaamheid is natuurlijk... Er zijn nog andere dingen waar we het over kunnen hebben. Zeg maar, hoe kunnen we wolkenkrabbers uit hout bouwen? Hoe kunnen we ze meer affordable maken? Wat interessant is aan Singapore, is dat iets van 85% van alle huizen, van al die torens, dat is sociale woningbouw. Dat is een heel interessant model voor... sociaal wonen. Nou, dat was het. Nou, ja. Dank u wel. Ja. Steven, kom even hier zitten nog. Want we gaan over 5 minuutjes de AT5-uitzending afsluiten. AT5'ers kijken nog even, want ik vind het natuurlijk wel even fijn om na te praten. Er zijn allerlei dingen langsgekomen. We hebben de OV-combinatie in Hongkong, de air rights, echt de publiek-privaat. Wat ik denk voor de AT5-kijkers interessant is, wat ik, wij hebben voor zover ik ze ken al heel lang, is die betaalbaarheid. Hè? Je had het bij Singapore over die sociale huurwoningen. En het komt ook in je boek heel erg voor. Hè? De ongelijkheid in rijkdom in hoopbouw. Ja. Ja. Wat is daar de oplossing voor? Want hoopbouw blijft natuurlijk voor luxe voor de rijken, lijkt het. Of is dat niet zo? Ja, er is een soort de law of supply and demand. Dus als je limiet stelt aan land, dus als je zegt van ja, er kan niet meer gebouwd worden, wat je dan krijgt, en als er wel meer mensen daar willen wonen, dan gaat die prijs omhoog. Ja. Dus het is eigenlijk het tegenovergestelde. Dus als jij meer woningen bouwt, dan gaat in principe die prijs naar beneden. Maar het probleem is dus dat andere prijzen wel omhoog gaan. Dus als er meer mensen op een gebied wonen, dan gaan de prijzen voor restaurants, winkels gaan wel omhoog. Maar technisch gezien gaat de prijs voor de bewoning naar beneden. Ik bedoel, kijk naar de grachten bijvoorbeeld. Fantastisch. Maar ja, wie kan het veroorloven om zich zo centraal te wonen? Dat kan je niet. Dus de enige manier waarop je dat zou kunnen doen in Amsterdam is een zeg maar, relatief centrale locatie vinden waar je wel torens kan bouwen. Ja. Maar dan kunnen veel meer mensen op een centrale locatie wonen. Ja, anders is het onmogelijk. Dan is het echt voor de top 0.1% die dan in zo'n grachtenpand zit. Dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod, zeg je. Ja. Van ergens veel mogelijk bouwen. Maar dat is natuurlijk een soort klassiek verhaal. Maar als je nou kijkt naar de landen waar de adviezen die je geeft, als je nou kijkt, waar is het nou echt geslaagd? Waar is nou het bouwen van sociale hoogbouw echt goed gelukt? En waarom? In New York in ieder geval, waar jij woont niet. Hè? Daar in Manhattan kan niemand meer wonen. Ja, er zijn een paar goede voorbeelden in New York. Niet zoveel in Manhattan, maar meer in Harlem en de Bronx. En wat zou Amsterdam mee kunnen nemen? Ik heb nog 50 seconden om voor Amsterdam de AT5-kijkers de toptip te krijgen. Hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Nou, als je Singapore heb je een gebouw dat heet de Pinnacle Duxton. Dat is een van de hoogste gebouwen. En als je daar naar kijkt, dan denk je, oh, dit is een luxe gebouw. En het is gewoon een affordable housing gebouw. Ja. En je zegt, het kan. Laat mij Amsterdam adviseren en ik zeg, het kan. Het kan absoluut, ja. Het kan absoluut. Oké, nou kijk, met die hoopvolle... We weten nog niet precies waarom. Sluit deze aflevering, deze AT5-uitzending in ieder geval af. Dank voor het kijken. Jongens, blijf kijken ook naar AT5 en naar Bouwwoon Leven en naar allerlei andere mooie programma's bij AT5 en de Nieuws. En wij gaan hier nog een half uurtje verder. En volgende keer zie ik u hier. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.
inderdaad, ja. Blijven zitten. Ja. Mooi verhaal. En we zijn beland bij het nagesprek. Inmiddels zijn allerlei mensen aangeschoven. Aan deze kant zit Denise Koeleveld. Zij werkt bij Emere. Zij is daar conceptontwikkelaar eigenlijk, hè, bij Emere. Martine de Vledder, jij bent stedenbouwkundige architect. Je werkt bij Site Urban Development. Gebiedsontwikkelaar. Gebiedsontwikkelaar. Oh, sorry. En zij heeft dus ook onderzoek gedaan voor dat fantastische rapport wat u allemaal heeft bekeken. Onderaan de programmapagina Wonen op Hoogte. Een heel doorvolgd rapport waarin echt gekeken is waar de aanbevelingen worden gedaan. We gaan er straks over verder. Daar zit stedenbouwkundige Ton Schaap verantwoordelijk voor ongelooflijk veel stukken stad. Het Oostelijke Havengebied, Eiburg, Zuidas, Houthavens, Noord. De man van 2,03 meter die zelfs op de Zuidas hoogplafonds voor alle, voor sociale bouw, voor middenhuur, voor alles. Ton, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Nou, Steven hebben we net gehoord. Ton, waren er nog dingen die jij hoorde? Want je bent natuurlijk inmiddels wel zo ervaren in stedenbouw. Maar zijn er dingen die je hoorde bij Steven waarvan je dacht, hé, daar kunnen wij in Amsterdam ook wel wat mee? Ja, je hebt in New York het publiek-privaat, hè, want dat, je hebt in Hongkong dat OV, je hebt in Singapore toch dat groen en de de sociale. En dan heb je in volgens mij in Londen heb je dat rekening houden met de oudbouw. Waar voel jij het meest bij? Ja, ik heb heel veel nieuws gehoord. Dus ik zat nog een beetje te kijken. Wat is nou het leukste om over die wet van vraag en aanbod vond ik wel een interessante. Want het gaat altijd om schaarste aan grond. Amsterdam ook, New York ook, Hongkong, overal hetzelfde verhaal. Mm-hmm. En als je daar dan ook nog betaalbaar in wilt bouwen, dan moet je die wet op een gegeven moment weg zien te krijgen. Je moet over die wet heen. En daar hadden wij altijd de woningbouwcorporaties voor. Die konden dat en die hadden daar geld genoeg voor om te zeggen, ja, we bouwen het gewoon goedkoper. En het blijft van ons. Maar zodra je die huizen dan gaat verkopen, dan zijn het allemaal kleine kapitalistjes geworden, die eigenaren van die huizen. En die, ja, die... Ja. Dus ja. Dan is het weer gebeurd. Hè? Dus ja. De kwestie is van hoe hou je die kracht tegen de wet van vraag en aanbod, hoe hou je die sterk? Hè? Er schijnen nu politiek gesproken weer nieuwe openingen te zijn richting... Ja, de verhuurdersheffing. Ja. Nou, daar mag Denise meteen op reageren, want dan komen we verder, hoor. Want dat is denk ik ook echt het punt, hè, wat ik ook net met de AT5-kijkers nog eens even benoemde, die betaalbaarheid. Mm-hmm. Hoe reageren dus op die wet? Want als jullie hebben nu iets meer speelruimte. Ja. Zijn daar nu ook, jij als conceptontwikkelaar, zijn er nu ook wat plannen om meer die hoogte in te gaan? Sowieso zijn er meer plannen, omdat we inderdaad meer investeringsruimte hebben. Maar er wordt ook voor een heel groot deel geïnvesteerd in het verduurzamen van het bestaande bezit. Ja, ja. Want dat was ook natuurlijk hoog nodig, is hoog nodig. Het is niet zo dat wij specifiek nu heel erg inzetten op hoogbouw. Het is meer dat er meer hoog gebouwd wordt. En dat we daarom ook daar bijvoorbeeld als een ontwikkelaar een ontwikkeling heeft waar een gedeelte voor sociale woningbouw gemaakt moet worden. Dan wordt er gezocht naar een corporatie en dan zijn wij daar ook voor in beeld. Mm-hmm. Maar als wij zelf ontwikkelen, dan doen we dat... Onze voorkeur ligt niet bij hoogbouw, laat ik het zo zeggen. Nee, maar jullie gaan wel met ontwikkelaars in zee die dan... Ja, ja, precies. Martine, jij zit popel om... zeg het. Nee, wat mij opviel, Steven, hartstikke leuk verhaal trouwens... maar nog steeds in al die steden, ik ken veel voorbeelden... best wel monofunctioneel nog steeds, hè, wel jammer. En er werd ons natuurlijk ook gevraagd wat zijn goede voorbeelden... Best lastig ook in de werkcommissie Wonen op Hoogte. Zo van, wat zijn nou echt geniale voorbeelden? Die zijn er dus nog niet zoveel. En ik denk dat het affordability-verhaal denk ik ook zit in het meer mengen. Dus ik probeer echt hoogbouw ook meer te laten mengen. Tot om het betaalbaar te krijgen. Ja, om gewoon, waarom? Er is nog steeds heel veel mono-exclusion voor één doelgroep. Waarom kan het niet gemengd worden? Hè? En dan heb ik liever dat het ook niet alleen maar wonen is, maar dat we ook nog andere zaken met andere programma's gaan mengen. Maar ik geloof dat daar zit nogal, wat hebben we al eerder over gehad, nog wel wat structuren achter die dat tegenhouden. Dus ik daag de corporatie ook uit om misschien veel meer samen op plots... en Daan begon er ook al over, scholen in de plint. Serieuze mix van programma. Ik denk dat daar veel kansen zitten voor betaalbaarheid, maar ook voor de toegevoegde waarde voor de stad. Maar dat kan de corporatie natuurlijk niet alleen doen. Hè? Dan moet jij dus samen met... Wat Steven ook vertelde, hè, die combinatie van...
private gelden en publiek. Lukt dat al een beetje met Marktpartij om dat echt samen voor elkaar te krijgen? Nou ja, daar komt op Overhoeks komt de Brinktoren. En dat is inderdaad zo'n menging. Dus daar zit een stukje van HVO Querido voor dakloze opvang. Er zit een stuk sociaal in. En voor de rest is het, meen ik, alleen middenhuur. Mm-hmm. En dat is een menging die op dit moment gebouwd wordt. En daarin nou, is dat een voorbeeld waarvan je denkt... Dat is de Brick Tower, dat is een van de torens die nog komt, hè? De laatste. Ja. En we gaan op Ravel, zeg maar een stukje Zuidas, gaan we het ook proberen. Daar is een middengebied helemaal groen. Daaraan ligt de school en het kinderdagverblijf. Daar is nu net een wedstrijd geweest voor een toren... die dan ook voor gezinnen geschikt zou zijn. Een gezinstoren, oké. Okay. Want we krijgen op de Zuidas ook al een sociale woningbouwtoren... die toch grotendeels weer uit kleine studio's bestaat. En het gaat... De hamvraag is natuurlijk, kun je ook de gezinnen helpen? He, dat is erg. En dat is ook het lastigste. Ja. Dat is ook financieel ingewikkelde toestand. Maar goed, we gaan dus in Ravel gaan we het wel zien. Die tender is, die is afgelopen, er is een winnaar. En dat ziet er ook heel leuk uit. Het staat in het groen, vlakbij het kinderdagverblijf. Kinderen kunnen zo door een parkje naar school. Eigenlijk een beetje een mix van Singapore... En Stefan, als je dit hoort, hè, want je bent ook supervisor van de Zuidas, was ik nog vergeten te zeggen. Ravel wordt nog een heel stuk, hè, waar de voetbalvelden zijn. Stefan, als je dit hoort, hè, zo'n tender, mag je al zeggen wie die tender heeft gewonnen? Of is dat niet zo? Ja, dat is... Denk maar even na. Kom ik over na. Wie? Ja. Wie? Amix. Nee. Don Murphy. Want Don Murphy heeft ook in Zuidas of in Zuidoost allerlei dingen gedaan. Dat is een architect. Maar Stefan, als je dit hoort, zo'n gezinstoren, wat is dan voor jou meteen een ding van denk daaraan? Ja, als ik aan mengen denk, er zijn wel wat voorbeelden. Maar dan moet je als woningbouworganisatie moet je ook gaan diversificeren. Dus dat je niet alleen woningen gaat aanleveren, maar misschien ook winkelpanden. Ja. Ontwikkelaars, er zijn genoeg ontwikkelaars in Amerika bijvoorbeeld, of ook in Londen, die dat doen. Als jij nou eens minister wordt in het volgende. Ja, want dat mag een woningcorporatie toch niet, hè? Nog steeds niet, we hebben wel eens in onze gebouwen, er zit dan een plint, daar zit boch in. Bedrijfsvoerend goed, maar dat is altijd een beetje een heet hangijzer. Ja. Vies woord ook, boch. Ja. Dat moeten we ook vanaf. Ja, dat moet veranderen. Maar het is dus zo, Martine, dat eigenlijk, hè, dat is het probleem, hè, met die publiek-private toestand, dat woningcorporaties dat niet mogen. Commerciële functies in een gebouw? Nog niet. En misschien moet dat ook niet helemaal. Maar ik denk wel dat de samenwerking, gelukkig gebeurt het al, heel, heel fijn. Dat wel een stuk makkelijker en beter zou kunnen. Alleen al om het totale verdienmodel van dat nieuwe object. Dat kan één pand zijn of meerdere zijn. Om daarmee de balans te vinden om gewoon ook de betaalbaarheid. Ik denk dat het niet anders kan. En dat zou ook kunnen zijn dat we daar dan met ander programma in moeten. Ja, precies. Om het verdienmodel beter te maken. En dat we dus al met al volgens mij veel meer kwaliteit nog maken. Want de lessons learned, als we het hebben over... Hè, daar hebben we natuurlijk in het begin gezegd... wat kunnen we leren uit het verleden en wat kunnen we meenemen naar de toekomst. Dan zou je zeggen, Ton, dat die monofunctionaliteit... waar de hoogbouw kreeg natuurlijk een knauw door de Bijlmer... Dat daar dan misschien wel toekomstmuziek in zit. Echt dat mengen en zorgen dat op die manier de betaalbaarheid... Maar daar vind ik het punt wat Flora maakte ook nog wel even de moeite waard. Waar meng je? In de lobby van een gebouw of op straat of in het park? Hè? Ravel is dat groene plantsoen wat het midden is van die nieuwe woonbuurt... is het menggebied, zou je kunnen zeggen. En in de Zuidas verder is de straten. Want het mengen in de flat... zelf, dat is in Zuidas nog niet, voor zover ik weet. En dat gaat nu hier op Overhoeks gebeuren. Dat is op zichzelf interessant om te zien hoe dat gaat werken. Maar in Amsterdam is het natuurlijk heel erg... het publieke domein is het menggebied. Ja, daar ontmoet je elkaar. Ja, als je achter je voordeur bent, dan ben je eigenlijk op jezelf. Net als iemand net vertelde, die dan als je vanuit een hoog ding... en die woont aan dezelfde straat waar ik in de Bijlmer ook gewoond heb... ook op 13 hoog... En je gaat echt naar buiten. Dat is even een mobiele telefoons hadden we toen nog niet. Dus levensgevaarlijk om daar... Een lunchpakketje mee. Schone onderbroek. Maar dat is een ander fenomeen. Ik woon nu zelf op Sporenburg. Ja. Eigen voordeur aan de straat. Ja. Vind ik zelf eigenlijk prettiger. Toch prettiger. Ja. En hoe krijg makkelijker in en uit. Dat gevoel. Hoe krijg je dat gevoel nou in zo'n... Ook het hele verhaal van toevallig je buren ontmoet. Ja, precies hetzelfde. Maar dat kan ook wel beter in hoogbouw. En dat is precies ook...
denk ik, volgens mij wilde Stefan er ook wat over zeggen. Hè, dat in, ja. We hebben natuurlijk allebei in de Aziatische steden gewoon, maar ook in Singapore, dat je op een gegeven moment dus die lucht voor de brandveiligheid een soort laagje hebt waar het allemaal open is. Yeah. Dan heb je ineens een soort nieuw maaiveld. En dat kan heus niet op elke plek. Hè. Dus in Amsterdam zou ik het niet helemaal aanraden om meteen meerdere maaivelden, want zelfs in Hongkong werkt het niet. Ja. Maar je kan wel wat bieden dat die toevalligheid, zoals Guy of de andere heer. En waarom werkt het in Hongkong dan niet? Nou, het werkt. Bedoel, in Hongkong is het ook niet op een aantal. Laten we zeggen dat het daar nog net werkt, maar we hebben daar ook een beetje een helling. Dus je hebt een redelijk bergje. En het, misschien dat het op 3 niveaus werkt. Stefan heeft daar misschien een wat scherpere mening over. Dus je moet wel echt heel veel dichtheid hebben om je openbare ruimte op meerdere niveaus. Maar het wil niet zeggen op misschien de tussenschaal vandaan dat je meerdere maaivelden iets meer privaat, en je gaat natuurlijk steeds meer privé bovenin. Ja. Hoe hoger, hè? Dan krijg je ook de man met die een sleutel heeft om naar de hoogste verdieping te gaan. Dat zijn de echte. Ja, want ik zie wel de ontsluiting als een soort verticale straat in de goede hoogbouw. Hè? En dat hoeft niet. Ja, dat vind ik altijd een beetje moeizaam. Ja, dat is spannend uitdrukking. Misschien. Ja. Verticale straat. Steven, wil ik. Ja, nee, ik denk het moment dat je in de lift staat met één ander iemand, hè, die je misschien een beetje kent. Of het moment dat je zo datzelfde ene andere iemand op straat ontmoet. Dat zijn twee totaal verschillende momenten. Ja, maar dus ook geen liften meer, maar misschien andere manieren van het. De valley is een eerste stap. Steven, ik wil even Steven laten reageren. Want als het gaat om openbare ruimtes in. Ja, wat interessant is, er onderzoek naar gedaan, namelijk dat als je had het over de 6e verdieping, waarom het zo anders voelt dan de 20e verdieping. Een van de redenen is dat als je op de 6e verdieping naar beneden kijkt, dan kan je mensen nog herkennen, hun gezicht. Als je op de 20e verdieping bent, dan zijn het zeg maar mieren. En dan heb je inderdaad een heel ander blik op je buurt. En waar de term die we gebruiken is ook zeg maar eyes on the street. Als jij zeg maar een grachtenpandje dan. En je woont daar, je zit daar uit je ramen te kijken langs de geraniums en je ziet wat er gebeurt. Dan is dat ook een soort veiligheid. En mensen voelen zich meer betrokken met de straat. Dus als je meer daarvan verwijderd bent, dan heb je dat minder. Er is een heel mooi voorbeeld in Vancouver. En de term heet Vancouverism. En dat is een typologie, dat heb je tower en townhouse. Dus heb je een toren. Maar die toren is eigenlijk verborgen achter een rij van townhouses, zeg maar. Okay, huizen van decor. Drie. Ja, een soort decor, maar er wonen wel mensen. Ja. Dus als je er langs woont, dan heb je eigenlijk geen flauw idee dat er ook een grote toren achter zit. En dan voelt het meer alsof het een kleine buurt is. Wat ze ook heel goed doen in Vancouver, is dat die torens, die zijn zo uit elkaar gezet, weet je, wat Daan zei, zodat je nog wel goed uit kan kijken naar bijvoorbeeld het water. Dus dat is een heel interessant model voor hoogbouw. Misschien relevant voor ons. Goed om te kijken. Jongens, er is iemand met een microfoon. Dus jullie mogen reageren en vragen stellen hier aan mensen aan tafel. Of aan mij. Niet dat ik heel veel weet. Maar dus voel je vrij om ook vragen te stellen. Anders ben ik hier de enige. Dat hoeft niet. Maar in ieder geval, Vancouver is daar een goed voorbeeld van. Zijn dat ook dingen die jij hebt meegenomen in jouw wonen op hoogte onderzoek? Dus al die buitenlandse ervaringen? Ja, ik denk dat een van de redenen was dat ik ook in die werkcommissie zat. Ja. Dus die Aziatische steden zijn natuurlijk, die druk op de ruimte is daar zo stevig dat daar wel, daar hebben we natuurlijk wel veel van geleerd. Ja, precies. Een aantal voorbeelden die ik mee heb genomen komen ook natuurlijk uit Azië, omdat het. En wat was nou de belangrijkste, wat ik raad iedereen aan die hier kijkt om dat rapport, je hoeft het niet helemaal, het is best lijvig, maar alleen al, maar de vorm, kijk, dat is het. Die vormgeving is geweldig. Ja. Op de website zelf kun je het al heel snel zien. Heb jij het gezien, Tom? Nee. Oh, nou, dat kun je nog veel van leren. Nee, maar niet dat dat moet. Maar wat was nou voor jou, Martien, het allerbelangrijkste wat eruit kwam? Want er komen per groep aanbevelingen. Wat is nou de allerbelangrijkste? Ja, het is misschien een beetje suf, maar ik ben natuurlijk ook gebiedsontwikkelaar en ik zit ook veel aan die proceskant. En ik vind eigenlijk dat aan de orgwerkkant, echt het zeg maar denken, het verkokerde van alle disciplines en ook weer in die programma mixen en alle instanties en dat iedereen een beetje in zijn eigen, dat maakt zoveel hoogbouw kapot eigenlijk. Dus het zit naar mijn idee veel meer in de systematiek. Dus volgens mij mijn simpelste idee, een beetje evident van echt wat meer vrijheid en het denken misschien in kubus, niet in vierkante meters, niet denken in bestemmingsplannen. En het is ook niet meer van deze tijd om één programma te hebben. Hè? Ik bedoel, het is allemaal hybride. De jonge mensen die wonen, werken, doen alles in één plek. Of overal nergens.
Dus een soort van vrijheid. En dan zou je misschien de hoogbouw als eerste... ik moet eigenlijk daar kijken. De hoogbouw misschien als een soort van experimenteerplek kunnen maken. Want, kijk eens even of je daar hybride vormen van... Ja, want we zeggen ook dat het echt als monument gebouwd moet worden. Hè. Dus je moet even wel heel goed nadenken voordat je serieus hoogbouw neerzet. Want je moet bijzonder veel kwaliteit... en dat gaat je waarschijnlijk ook wat kosten als ontwikkelaar of als stad... dus ga daar dan maar ook voor de lange tijd bouwen. En maak dan maar misschien die grachtengordel, maar dan hoog, groot en verticaal. Die een horizontale grachtengordel. En die kan adaptief kan zijn voor de toekomst. Dus wees vooral flexibeler. En, ja, meer en vrijheid. Meer vrijheid. Want is dat iets wat waar woningcorporaties ook nu op zitten te wachten? Want er is meer ruimte. Mm-hmm. Die gaan natuurlijk enorm aan de slag met je bestaande voorraad... om die duurzaam te krijgen. Maar dit soort dingen. Geeft dat jullie ook, zou dat jullie ook meer lucht geven als je zegt... van nou, laat ons ook af en toe dingen doen die marktpartijen alleen maar mogen? Zou dat schelen? Dat je ook een heel voorzichtig een klein verdienmodelletje daarin mag. Dat je wat commerciëlere ruimtes ook zou kunnen mixen in jouw nieuwbouw. Ja, het is meer zo dat we nu ook wel wat middenhuur kunnen gaan ontwikkelen. Dus ik zie het niet zozeer in commerciële, commerciële ruimtes in die zin zoals Boch. Maar meer dat we ook de iets duurdere huur kunnen gaan Dat zou gaan schelen. Maken. Dat zou enorm schelen, ja. Maar wat ik trouwens nog wel interessant vond, ook in dat kader... is dat je dus die plint, waar dus vaak dan Boch in komt... maar eigenlijk zou ik er inderdaad ook wel voor willen pleiten... wat je dat Vancouver-model, dat je echt oog op de straat hebt. Want dan heb je dus inderdaad... ik denk dat die drempel van het gebouw naar buiten... daar ook al een stuk minder van wordt. En dan woon je ook nog steeds aan de straat. Ja. Alleen is het een plint van hoogbouw. Ja. Dus ik vind dat echt een heel interessant model, ja. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat... We gaan praten, ja. Ja, jullie gaan praten. Maar en Ton, als je nou kijkt naar wat de inzichten schrijden voort, zeg maar. Ja. Is dat ook waar je met als supervisor van de Zuidas... waar nou echt nog een heel belangrijk stuk komt? Hè? Want mensen denken van die Zuidas is... dat is nee, er komt nog 2/3 ongeveer. Ja. Nou, zoiets. Nou, er komen nog in ieder geval nog eens zoveel woningen als er nu al zijn. Ja, en dus die fantastische gemengde toren... Ja. Dat wordt heel spannend. Blijf je dan constant ook in gesprek van hoe kunnen we... die tender is er nu uit, die is gewonnen. Blijf je dan constant die inzichten gebruiken om het anders te doen? Is dat mogelijk? Want die flexibiliteit? Ja, wat je kunt, bij Ravel kun je nu niet meer alle kanten op. Nee, maar... In principe gekozen. Maar bij een volgend stuk, aan de westkant, liggen ook nog grote mogelijkheden. Ja. Daar gaat zeker weer opnieuw, door mijn opvolgers, opnieuw nagedacht worden van hoe kunnen we de markt triggeren. Ja. En als ik jullie beide hoor en zie, dan denk ik, ja, bondjes tussen twee clubs die samen één opdrachtgever worden. Dat is natuurlijk ook wel een interessant model. Ja. Wij moeten, de gemeente is hier in Amsterdam vaak grondeigenaar... en die moeten die grondstukjes moeten ze verkopen op een zo transparant mogelijke manier. We kunnen niet zeggen, ik vind jou leuk en je doet zulke mooie dingen. Ja, dat mag niet, dus al zouden we het willen. Dus daar, dat doen we niet meer. Dus je moet op de een of andere manier via die tenders binnen zien te komen. En dan zijn natuurlijk het maken van winnende combinaties... dat is natuurlijk denk ik een heel interessant iets... Ja, zeker. En ik denk ook zeker wel dat een corporatie daar ook wel geïnteresseerd in is. Alleen ook niet voor al onze bewoners natuurlijk. Nee. Dus het is, weet je wel, in die zin, er is gewoon heel veel keus. Ja. Dus voor een aantal bewoners, want wij werken ook met leefstijlen. En voor een bepaalde groep bewoners is het heel interessant. Nou is dat niet onze grootste groep. Maar weet je wel, voor andere groepen hoeft het weer niet. Dus het kan zeker een aanvulling zijn op wat we al hebben. Ja. Dan kijken jullie ook echt naar welke bewoners matchen in zo'n... bijvoorbeeld in die 5e toren op Overhoek, weet je, de brick tower. Ja, nou ja, kijk, we kunnen er niet op sturen. Nee. We kunnen hooguit in onze aanbiedingen op woningnet... kunnen we daar iets over zeggen. Mm-hmm. En dat zal dan bepaalde mensen aantrekken. Maar ja, je zit natuurlijk ook gewoon met een enorm woningtekort. Ja, dus nee. Soms komen er ook mensen in die daar gewoon eigenlijk helemaal niet voor kiezen. En dan uiteindelijk dan toch daarin terechtkomen zonder dat ze dat willen. Ja. Dat is hem. Nog veel... Oh, dat is de Binkplocks, ja. Ja, dit is het. Ik wou net zeggen, dat is wat anders. Dat willen we helemaal niet zien. Nee, die willen we helemaal niet zien, nee. Nee, maar in ieder geval dus die op die manier die mix. Er was inderdaad in... ik heb net op in Noord gedraaid bij Bolt. Dus daar zitten... wat je veel ziet is dat de sociale huur wordt dan studentenwoning, hè? Dat dan wel makkelijker... dat is dan wel te doen, hè? Om dat rendabel te krijgen. Ja, hele kleine woningen. Ja, kleine woningen. En daar woonde een man die inderdaad heel lang in laagbouw heeft gewoond... en nu weer in hoogbouw. Die woonde in de flat
waar de El Al-vliegtuig doorheen ging. Dus die woont nu voor het eerst weer in hoogbouw. En die zegt, oh, heerlijk, ik zie de vogels. En voor hem is het echt een soort... dat geeft hem echt iets. En die hebben een hal gebouwd, dat vind ik op zich wel mooi, waar iedereen elkaar wel ontmoet. Dus zonder dat het echt moet, zonder dat er een biljarttafel staat. Maar heel, nou ja, een beetje tussen Guy en Julian in. Dus dat is ook denk ik wel iets. En je kan er als buitenstaander ook in. Is dat er ook niet een beetje dat semi-openbaar? Ja, dat zijn allemaal mooie kansen die eigenlijk alleen maar kunnen als zo'n gebouw een huismeester heeft of een conciërge. Dan kan die ene figuur die zo'n hele flat kan bederven, ja, die kan dan een beetje in de tang gehouden worden. Ja, dat hebben ze daar ook. Is dat iets wat ook in zo'n gemengde toren zou kunnen? Hè? Want ik geloof heel erg in mannen in blauwe stofjassen die zeggen, hé, mevrouw, we gaan naartoe. Of vrouwen. Of vrouwen, sorry. Je mag ook een hip trainingspak. Ja, een hip trainingspak. Maar in ieder geval, zou dat kunnen in zo'n... Want dat is natuurlijk gewoon... En die is natuurlijk voor de sociale cohesie heel prettig. Hè? Iemand in zo'n... Beheer is natuurlijk altijd een ding. Want dat moet ook betaald worden. Ja. Dus bijvoorbeeld in de Brinktoren, daar zit dus HVO Querido. En sowieso zitten daar al mensen op. Ja. Dus dan kan je kijken of je daar een combinatie kan vinden. En dat is dus ook in dat plan De Eenhoorn, wat we net, daar stond vanochtend een stuk over. Ja, zag het, ja. Heel complimenteus. En daar hebben we dat ook eigenlijk gezocht. Want Philadelphia heeft daar, die huurt een deel wat ze doorverhuren aan hun cliënten. Maar die hebben ook veel meer begeleiding die je vervolgens ook kan inzetten voor je eigen, of tenminste voor beheer in het algemeen. Ja, ik denk dat dit een evidente stap is, toch? Dus die betrokkenheid bij, dus de mono-extrusie die je vaak in hoogbouw ziet, voel je geen betrokkenheid, geen identiteit van waar woon ik. Ja. Nee. Je zit alleen maar in die lift, hè, dus ik zou dat ook anders willen. Het is een soort van parcours naar je voordeur. Een parcours, Die betrokkenheid van iets doen in die toren, in die massa, in die hoogbouw die er is, die georganiseerd moet worden, dat is alleen maar... lijkt mij een evident dat we dat gaan doen. En dat is ook gewoon werkgelegenheid. Dus tot en met de tuinier van je balkon of ik weet niet wat. Ja, ja. Dus contact, sociale cohesie, betrokkenheid en netjes omgaan met je semi-privé ruimte. Of semi-openbaar, hoe je het... Ja, we gaan ook die lessen zo meenemen met Bert en Hemmeveld over voor de sluisbuurt. Even als laatste rondje. Wat zijn nou de belangrijkste voorbeelden waarvan je denkt, dat moeten we meer gaan doen? Een belangrijk voorbeeld waarvan je denkt, hier kunnen we de toekomst van de hoogbouw mee veiligstellen. Ja, we hebben tot nu toe het gehad over mengen en misschien het plaatsen en menselijke schaal. Maar we hebben het niet echt gehad over duurzaamheid. Als je hoger bouwt, heeft het wat voordelen, maar ook qua duurzaamheid. En dat je dichter en openbaar vervoer mensen kunnen lopen. Maar het nadeel is dat je wel meer structuur nodig hebt. Mm-hmm. Meer liften, dus meer inefficiëntie krijgt in een gebouw. Dus als je kijkt naar hoe kunnen we dit verminderen. En als je bijvoorbeeld Londen of Parijs zijn nu heel erg circulair. En dat denk ik Amsterdam natuurlijk ook. Ja. Maar wat betekent dat voor de bouw? Zou je uit hout bijvoorbeeld een wolkenkrabber kunnen bouwen? En nu worden wolkenkrabbers tot 30 verdiepingen uit hout gebouwd. We hebben een gebouw van 70 meter helemaal van hout hier aan de Amstel. Dus die duurzaamheid is voor jou belangrijk. Van, neem die lessen van hoe kun je dat duurzaam maken mee. Ton, wat is voor jou het voorbeeld waarvan je denkt, nou, daar mogen ze nog wel eens 10 van maken? Ja, de mooiste hoge flat in Amsterdam vind ik eigenlijk nog altijd Vrijheidslaan. En die is maar 12 verdiepingen. Dat is van meneer Staal. Dat is, vader Staal. Vader Staal. Die heeft het heel goed gedaan. En die huizen zijn ook prachtig. En dat is nog steeds voor jou echt het model? Ja, nou nee, het model is het niet. Want het is maar waarom is het zo'n goed voorbeeld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat de architect zo goed was, denk ik. Die plattegronden zijn prachtig. Die huizen die zijn schitterend. De hal is mooi. En je komt beneden gewoon in de stad uit. Hè? Dus niet in een hofje of in een compound of een ander eng ding. Maar gewoon... Gated community. Ja, aan een straat, aan een plein. Je bent direct in de stad. Dat... Beetje wat Martine zegt, van maak er een monument van. Want dat is echt toch, die wolkenkrabber is wel... Ja, maar ze kunnen niet allemaal een monument worden. Maar in ieder geval de kwaliteit van maken, weet dat je dat het in ieder geval 100 jaar staat. Ja, dat moet je sowieso naast. En dan ben je sowieso duurzaam. En als je een hele mooie oot maakt, wat misschien uiteindelijk ook wel betaalbaar zou kunnen worden. Hè, Kijk, en heel hoog wordt het hier niet. Hè. We hebben Schiphol en Raanders enzovoort. Ja. 100 meter, 120, dat is dat is het maximum. Dus precies. Dus dan kan er ook misschien qua duurzaamheid weer wat meer.
Martien? Ja, ik sluit denk ik wel een beetje aan op de beide heren. Ik vind de interlace van Olocheren of Oma in Singapore interessant. Omdat die eigenlijk op een andere manier verdicht. Hè. Dus we hoeven niet naar die torens, hè, die ook maar... Ja. De interlace, maar gaan we nu even allemaal googlen. Ja, ja, volgens mij is er een plaatje. Oh, er is Robert een plaatje. Is aan het zoeken. Robert is aan het zoeken. Interlace is eigenlijk slabs, hè, dus schijfjes die op elkaar... als een soort van kwadrant op elkaar zijn. Oh, dit. Ja. Ik bedoel, Feng Shui helemaal kloten, geloof ik. Ja, iedereen vindt het allemaal veel te puntig. Maar, ja, dat zegt dan de taxi als je daar... en het is misschien ook wel een hele hoog segment, maakt me allemaal niet uit. Maar de manier van omgaan van verdichting in andere manieren dan een mono-extrusion of één grote paal... Mm-hmm. Dat kan... En scheelt dit ook wind en zon en dat soort dingen? Ja, natuurlijk. Dit geeft ook, en ook, ik had ook het Bing Blocks van Lefs Architects... dus in Binkhorst even mee, van het stapelen van communities. Yeah. En het is, dat gaat nog wat mij betreft veel te... recht omhoog. Niet radicaal genoeg, hè? Nee. Dat kan je je voorstellen. Maar het bieden voor gezinnen op hogere hoogtes... zeg maar openbare ruimte, semi-openbare ruimte... wat past bij die doelgroep van dat stukje community. En ze voelen zich ook betrokken, want het is een maatje wat werkt daar... ja, dat waren twee voorbeelden om even op een andere manier te kijken naar verdichting. Dus dit zou precies. Nou, dat nemen we straks mee naar Burton. Denise? Ja, nou ja, ik zag die vraag natuurlijk ook al aankomen. Ik zat ook een beetje te denken, als je het hebt over verdichting... het beeld wat het in mij opkwam was de silodam van MVDV. Ja. Ah ja. Ja, dat vind ik toch eigenlijk, dat is een heel oud voorbeeld. Ja. Maar dat is gewoon buurtjes. En wat ook een van de dingen is natuurlijk dat je gewoon niet je huis kan aanwijzen. Van, daar woon ik. Ja. En dat vind ik daar gewoon heel erg goed gedaan. Ja. Ja. En het bedoelt, het gaat inderdaad om welke schaal pak je dan. Maar dat je inderdaad met, op een gegeven moment ken je iemand niet meer in de lift. En als je binnen een bepaalde hoeveelheid zit, ken je iemand nog wel. En volgens mij zit het ergens bij de 20-30 voordeuren. Ja. En ja, dat vind ik eigenlijk in die zin gewoon heel goed gelukt. Ja. En er zit sociale woningbouw tussen. Ja. Ja. Op de plot. Dat waren heel vaak verteld in China. En dan schrokken ze zich helemaal een hoedje ingebouwd. Op de In één plot zitten meerdere segmenten. Ja, precies. In één gebouw, sorry. Ja, precies. En die zitten ook achter een bepaalde kleur, hè? Want het is, wie heeft het ook, MVRDV? Ja. Maar dat is een leuke manier om na te denken over... Ja, stapel je het naast elkaar, stapel je het op elkaar? Weet je wel, dat je gewoon nadenkt van hoe stapel je buurtjes? Dat is het buurtje stapelen. Ik vind het een prachtige, mooie eind. Ja. Jullie zijn dismissed. Dank voor jullie komst. Applaus voor deze gasten. We gaan met Burton Hempel verder praten. Dank jullie wel. En nu de man die het moet doen, Burton Hempfield. Would you join me, please? Ik heb altijd de neiging om dan Engels te gaan praten. Omdat, of hoog, hè, dat is natuurlijk heel hun mag, hè? Mag. Je bent ook in Canada geboren, hè? Ja. Jij bent, niet voor niks supervisor van de sluisbuurt. Hè? Dat gaat er allemaal komen. Je bent docent aan de Academie van Bouwkunst. Je bent supervisor bij de sluisbuurt. En je bent enorm bezig met die kwaliteit en architectuur... en het herdefiniëren van bouwopgaven. En je hebt zitten luisteren. Jij moet het gaan doen. Jij bent de man die echt... Ton heeft ook nog een klusje, maar... Dit is een buurt waar ongelooflijk veel over gepraat is en over gedebatteerd. Nou, de bodem zakt nog een beetje wat harder. Ik geloof dat de oergeul van het ei onder het eiland doorloopt. Hè? Waardoor het een beetje... Nou, maar dat komt allemaal goed, hè? Ja, goed. Zetten er gewoon goede palen onder en dan blijft het wel staan, toch? Ja. Wat heb jij gehoord waarvan je denkt, hier kan ik wat mee? Of heb ik al lang bedacht? Of wat heeft de avond jou opgeleverd? Nou, natuurlijk komen er heel veel bekend verhalen in de discussie en ook bekende referenties. En we hebben ook ons huiswerk gedaan. Dat hoop ik. We hebben wel gebouwen gestudeerd. Maar wat ik heel fijn vind, is ook die enthousiasme dat ik hoor van mensen over wat kan, wat moet en wat is nou mogelijk. En wat zijn de winsten van verdichting en wat is nou, hoe meng je functies met elkaar? Mm-hmm. En dat vind ik wel een heel sterk onderwerp voor hoop. Ja. Merk jij nou, want je hebt natuurlijk al die discussies meegemaakt... en het is een enorme gedoe geweest. Ja. Merk jij nou dat de houding ten aanzien van hoogbouw verandert? Ja, ik denk dat iemand heeft het al gezegd, misschien was het Martino, over de toekomst. Of Flora, over, kijk, wij bouwen ook voor de toekomst. Mm-hmm. En, dus je moet monumenten bouwen. Sluisbuurt gaat 25 jaar mee, denk ik. Mm-hmm. En er is rekening houden voor een nieuw woontype ook in de toekomst. Ja. Dus ik denk dat onze ideeën over de woonmilieu veranderen ook in de tijd. Ja. En ik denk, daar moeten we ook niet alleen onze eigen mening gebruiken... als wat ik denk moet in Amsterdam gebeuren... maar ook te speculeren
wat denken de mensen in de toekomst Amsterdam Precies. moet worden? Precies. En wat Martine ook zei, en wat zij in dat rapport zei van, wees nou een beetje flexibeler. Hè, in die, is dat ook iets waar jij naar hunkert? Want het stedenbouwkundige plan ligt er. Hè? Ja. In hoeverre ben jij nog... Kijk, mogen jullie nog een beetje bewegen? Ja. Van, het is toch gebleken dat dat Vancouver-verhaal... Dan wil ik toch, kan dat nog? Of zit het echt in beton gegoten? Is het crisis-proof of zo? Nou, niet crisis-proof, maar inzichten-proof. Kijk, wat maakt Slaasbeurt heel uniek... en dat hebben we ook in het buitenland ook verteld... dat de gemeente is eigenaar van de grond... En op basis van. En elke gebouw moet getenderd worden. Ja. En in elke tender kun je verschillende eisen stellen of verschillende experimenten doen. Dat vind ik een heel fijn instrument om rekening te houden voor mogelijk flexibele scenario's in de toekomst. Precies. En we hebben ook in die heel vroeg stadium ook een recessie ingepland. Stel je voor dat er komt een recessie. Dus jullie zijn recessie-proof. Elke 10 jaar heb je wel iets te maken met... oh shit, wat hebben wij gedaan? Misschien moeten we iets anders doen. En dat staat wel in het plan. Dat zit in de fasering ook, hè? Dat je elke keer wel een buurtje hebt. En stel dat de pleuris uitbreekt, om het maar op zo'n Rotterdamse te spreken... Dan kun je met dat buurtje nog even verder. Ja, kijk, in de fasering maken wij een plan tot en met 2025. We maken een soort mini-sluisbeurt. Het plan is allemaal clusters en kabels, maar het is ook een vierkant, een soort vier clusters. En we maken één clustervorm. Het wordt een mini-sluisbeurt. Ja, mini-sluisbeurt. Al die ingrediënten, dat ook hoort bij de totaalplan, zijn ook in de eerste fase ook te zien. Ja. Wat zijn nou voor jou, want we begonnen inderdaad van we gaan les leren uit het verleden. We hebben hier allemaal mensen aan tafel gehad over van nou, wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat kunnen we nou beter? Wat zijn voor jou de lessons learned als je kijkt naar wat Amsterdam tot nu toe aan hoogbouw heeft gebouwd? Dat je denkt van oké, daar word ik wel vrolijk van of daar kan ik iets mee. Of daar moeten we niet in gaan zitten. Wat is nou de grootste nachtmerrie? Best mooi is dat Amsterdam, ik denk in vergelijking met andere steden, heeft een enorme rijkdom van stedenbouwkundige uitgangspunten. New York is gewoon een grid en is een outrolling van bijna hetzelfde. En wat je ziet in Amsterdam is allemaal puzzelstukjes van allemaal experimenten van de laatste 500 jaar. Je kunt van elke gewoon stedenbouwkundig plan iets van leren. Ja. En ik denk bij de Slaasbeurt hebben wij ook Amsterdam ook goed gestudeerd. En wat wij merken dat je moet nooit in één toren in hoogbouw denken, maar ook in stedelijk weefsel. De toren is altijd een onderdeel van een stedenbouwkundig blok. Ja. Het is nooit een object. Het is niet een Dubai, een tower op een grond met een open plaza rondom. Het is altijd een onderdeel van een stedenbouwkundig weefsel en altijd een onderdeel van een stedenbouwkundig blok. Oké. En dat is echt een lesson learned. Dat is een lesson learned, precies. Het is onderdeel van zo'n heel blok. Er zijn natuurlijk, in die aflevering van Bouwen Leven hebben we de Frank Zurenbroek van de neuroarchitectuur. Ja. Ik heb hier ooit ook iets over de sluisbus gemodereerd. Er waren jongens uit Delft, die konden echt met VR-brillen al... Ja, heb ik ook gedaan. Ja. Ja, want er zit daar ook een vrouw die zegt van... ja, daar zit de schaduwwerking, het geluid. Hè, dat ik ben nu nog niet vergeten. Hè, dat je boven in Athene het keiharde geluid... het geluid, het licht, de wind. Ja. Zijn dat dingen die ook... want ik kan me voorstellen dat die innovaties heel hard gaan. Hè, virtual reality, wat je allemaal... Ja. Is dat spannend? Zijn daar ook dingen waarvan je denkt... oeh, daar moeten we toch even wat anders naar kijken? Of wat jullie zitten wel state-of-the-art die onderzoeken te volgen daarin. Nou, ik denk dat er is meer ruimte voor meer data collection. Ja? We moeten wel een verzamelen dus gegevens. Ja. Data verzamelen tijdens de ontwikkeling en tijdens het gebouw. En dan maak reporten ervan. Wat ik fijn vind van Londen... Londen heeft ook... de New London Architecture Institute. En ze hebben elke jaar een tall building survey. En ze maken een soort survey van al die informatie, al de gebouwen, heel veel data. En ze maken iets, kregen een betekenis uit van al de data. Ja, precies. En dat heeft invloed voor die hoogbouwbeleid in volgende jaar. Dus die hou je allemaal bij. Ja. En ook wat de jongens uit Delft allemaal zo merken van... nou, want wat die mevrouw zei, hè, die vertelde mij ook voor deze uitzending van... je hebt stukken waar gewoon helemaal geen zoom meer is. Je hebt de wind. Zijn dat dingen waar, zoals dat geluid... Laten we even op dat geluid, als je dat geluid dat omhoog trekt... is dat ook iets waar je nu al architectonisch of in het ontwerpen iets mee kan... waardoor dat niet gebeurt? Nou, je hebt sowieso een bouwbesluit die rekening houdt... met wat soort maatregelen heb je
tegen geluid. En je hebt ook altijd een geluidsluwe verblijfsruimte voor nodig. Ik denk dat door de positionering van toren en hoogbouw is rekening houden met wind, met daklijk, zon en geluid van de weg. Ja. En we hebben ook gezien van een soort redelijk autoluwe week. Dat betekent als je minder auto's ook door die week reed, heb je minder geluidsbelast. Dus en daar kun je ook, dan hoef je dan, dan kun je meer balkons maken, meer open, meer glas maken. Ja. En dat is wel een voordeel. Dus het is niet dat al die vervuiling van die auto's omhoog trekt, waardoor je inderdaad als je hoog zit... Dat ik denk andersom. Ik denk hoe hoger je gaat, hoe schoner de lucht is. Hoe schoner de lucht is. Ik vond het wel mooi dat je voelt het weer. Ja. Net is een heel bijzondere situatie. Is het nou zelf, even afrondend, als we weer teruggaan naar het begin, naar Guy en Julian, die vertelde over inderdaad het weer. En nou, die meneer die vertelde van het licht komt binnen, ik moet op een hele andere manier. Is dat ook iets wat je ook meeneemt? Want woon je zelf in hoogbouw toevallig? Nee. Je hebt wel ervaring van een hoogbouw zijn? Ik heb childhood memories, ja. En ik denk over hoe toen ik in Toronto heb gewoond. Hoe was het? Mijn ouders in Canada. Zoon heeft ook bewust gekozen voor central business te wonen in de midden van Toronto, ook in een soort hoogbouw ensemble. En daar was het heel veel voorziening gekoppeld in die complex. Ik denk dat voor hun, op hun leeftijd, een heel goede keus was. Ja, en jij bent dus ook opgegroeid in zo'n hoogbouw? Nou, niet opgegroeid in de zon, deels. Deels, precies. Dus dat Vancouver-verhaal en dat zijn dingen die je ook wel aanspreken. Dat is... Het voorbeeld van townhouses tegenover een hoogbouw. Wat ik mooi van vind, is de diversiteit in aanbouw. Ja. Dus eigenlijk, dat was altijd de discussie, ook in de Sluisbuurt. We maken een hoogbouw, we maken een meer divers woonaanbod voor de stad. Precies. Er is op dat moment toen ook minder hoogbouw in het land. Ja, precies. Dank je wel. Volgens mij wordt het ook met je Canadese roots helemaal goed komen. Voortschrijdende inzichten kunnen meegenomen worden. Wordt het in ieder geval een gemengde wijk. Hè? Dan komt er gewoon de 60-60. Heel groen. Heel groen. En heel groen. Dat is natuurlijk ook al die lessons van Londen. Hoe zet je ze ten opzichte van elkaar? Is er ook een mogelijkheid nog even, daar kom ik nu even op, Steven vertelde over, dat had ik ook wel eens gehoord, dat de ontwikkelaars ook de openbare ruimte... Is dat ook in de Sluisbuurt mogelijk? Dat de ontwikkelaars zich ook bekommeren over de openbare ruimte? Dat ze op nou, ik denk wat ik mooi vind van zijn verhaal is dat je kunt gewoon zien welke ruimtelijke instrumenten heb je als staat om de kwaliteit te bereiken. Ja. En soms moet je een soort negotiation met de stakeholders, inclusief de bewoners en niet alleen de ontwikkelaar, om een stuk staat te maken dat je wilt en niet per se wat een oud. Alleen iemands perspectief goed is. Dus die integrale aanpak. En wat Martine ook zei, ga nou eens gewoon allemaal bij elkaar zitten en ga het even integraal met elkaar doen. Dus corporaties en ontwikkelaars en beleggers en allemaal. En de mensen die moeten gaan wonen. Dan gaat dat goed komen. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank jullie allemaal wel voor jullie komst. En dan gaan wij een mooie toekomst tegemoet. Zolang we waakzaam blijven. Hè? Mits waakzaam zijn Herman Brood. Op een jubileum van AT5, mits waakzaam. Er rest mij nog de programma's aan te kondigen die er aankomen voor in Pakhuis. De Houten Eeuw, dat wordt ontzettend spannend, 7 juni. Die ga ik modereren, dus kom, dat wordt heel leuk. En er komt er nog wat meer. Oh ja, de tour door de toekomst van Zuid-Uis. Dat is een warme aanbeveling, want dat wordt ontzettend leuk. En je krijgt ook gratis eten. Dus dat is heel fijn, hè? En er wordt een geweldig boek van Daan Dekker, een van de programmamakers hier bij AT5. Of bij AT5, bij Pakhuis de Zwijger heeft hij hier gewerkt. En die heeft een fantastisch boek geschreven. Die presentatie is daar ook, Stad van de Toekomst. Dus ga daar naartoe, Zuidoost op de kaart, niet te missen. Gratis eten en veel gezelligheid en veel kennis. Dank jullie wel voor jullie komst en tot de volgende keer. Ik heb,